Assalamu Alaikum warahmatullahi wa Welkom bij mijn kanaal. Welkom terug iedereen. Uh, allereerst wil ik even duidelijk maken dat dit niet het begin zal zijn van een vaste serie. Dit is gewoon een video omdat ik toevallig weer wat energie heb om een video met jullie te delen, wat ik heel graag doe. Uh, met name ook naar aanleiding van jullie berichten en e-mails. Um, dus voor de mensen die mij een bericht hebben gestuurd of wat gevraagd hebben en die nog niks van me gehoord hebben dat het te maken heeft met uh, beperkingen in mijn energie. Eén uh, keer in de drie, vier jaar. Uh, wat ik heb zal nooit overgaan. Ik heb beschadigde zenuwen. Ik heb allerlei operaties gehad die mis zijn gegaan. Dus ik heb beschadigde zenuwen. Het blijvende letsel. Maar zo nu... Dus ik heb altijd pijn. Ik ben altijd moe. Ik wil altijd slapen. Uh, dat soort zaken. Maar zo nu en dan, één keer in de drie, vier jaar... ...probeer ik te kijken samen met mijn huisarts en de apotheek... ...om te kijken of er iets nieuws is... Uh, dus het komt erop neer dat verzoeken die ik soms krijg, hoe pijnlijk het ook doet om ze af te wijzen. We willen, heel, we willen jou heel graag op bezoek. Uh, mijn moeder wil heel graag voor je koken. En wij willen heel graag voor je koken. Dat vind ik echt ontzettend lief. Raakt me enorm. Raakt me enorm, enorm, enorm. Dat um, vind ik heel lief, heel aardig. Of uh, we willen graag met jou telefonisch contact, zodat jij een soort raadgever wordt of een adviseur. Of... of Vind ik allemaal heel aardig en het doet heel veel met mij. Maar neem me niet kwalijk, jongens. Dat zijn echt zaken waar ik waarschijnlijk nooit echt voldoende energie voor zal hebben. En als ik een keer iets doe boven mijn grens, dan betaal ik daar altijd de prijs voor. Soms met een week, soms met twee weken ben ik helemaal afgemat. Dus als ik tegen je zeg, het spijt me heel erg, maar dit kan ik niet doen. Het is niet omdat ik arrogant ben. Het is niet omdat ik denk dat ik heel wat ben. Of niet omdat ik je wil beledigen. Of... Dus weet dat alsjeblieft en neem het van me aan. Heel veel mails, heel veel berichten. Mensen die vragen hoe het met me gaat. Uh, dank jullie wel. Ik ga jullie daar niet mee uh, lastigvallen. Neemt alleen maar onnodig tijd van de video. Ik heb heel veel vragen gekregen die ik gezien heb. Had geen energie of geen tijd om daarop te reageren. Heel veel vragen. Wat met name gaat over die serie die ik ge gemaakt heb over uh, het gebed, het aanbidden van Allah. Heel veel van jullie hebben me gevraagd of ik dat toch nog wat concreter kan maken. En dat was al een belofte van mij. Van, uh, er komt een keer weer een video. En ook deze video wil niet zeggen dat ik een serie begin of wat dan ook. Er komt een video als er een video komt, jongens. Daar komt het op neer. Maar dank jullie wel voor de mensen die nog uh, stick with me en bericht sturen en mails. Uh, dus. Uh, vragen over het aanbidden van Allah en het gebed. Met name mensen die willen weten: van hoe zit het nou, waarom moeten wij Allah aanbidden? Uh, heeft Allah onze aanbidding nodig? Zijn wij slaven van Allah? Is Allah, hashili een slavendrijver? Uh, haalt hij er iets uit dat we hem dagelijks moeten aanbidden? En dan zijn er ook nog mensen die wat meer circulair uh, aan het ontwikkelen zijn en denken: van ja. Uh, een God die van mij eist dat ik hem aanbid, uh, uh, wil ik niet. Want het, uh, da, daar worden weer allerlei associaties aan gehangen. Van onderdrukking en de slavendrijver en en hashila. Dus heel veel mensen stellen de vraag van hoe, hoe zit het in de islam en hoe zit het in de Koran? Wat, 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 wat kan ik jullie daarover vertellen? En, en zoals altijd, dit is mijn... Uh, uh, opinie, dit is mijn mening, dit is mijn analyse, dit hoeft niet de waarheid te zijn. Jij doet je eigen onderzoek. Voor de mensen die het van mij willen horen, en alle weten het beste, dit is wat ik jullie kan vertellen. En ik, heb, ik, ik zal deze metafoor gebruiken en ik heb hem al eerder gebruikt. Wij hebben in Nederland wat we noemen een rechtsstaat. Het is geen jungle, het heet een rechtsstaat. Waarom heet het een rechtsstaat? Omdat alles te toetsen is aan wet en regelgeving. Hoe hard mag je rijden is vastgelegd. Hoe mag je bouwen is vastgelegd. Wat voor eten mag je verkopen in je restaurant is vastgelegd. Wat voor eten mag je verkopen in de supermarkt. Welke medicaties wel of niet toegestaan is vastgelegd. Vanaf het moment zou je kunnen zeggen dat je wakker wordt totdat je naar bed gaat, ja, is zowat vastgelegd in wet en regelgeving. Ja, overal is er wat. Zodra je naar buiten gaat. Heb je te houden aan wet en regelgeving. Letterlijk, zodra je de deur achter je sluit. Maar ook in huis. Denk aan huiselijk geweld, wat niet mag. Denk aan het mishandelen van je partner of van je kinderen, wat niet mag. Uh, dus het is alleen niet buiten, maar ook binnen. Dus Nederland is een rechtsstaat, omdat we alles toetsen aan wet en regelgeving. En wie zich daar niet aan houdt, die wordt meegevoerd met de politie in zo'n leuk busje. En je mag bij de rechter verschijnen. Dat is, wat is de rechter die toetst jouw gedrag en wat kan wel, wat kan niet, wat mag wel, wat mag niet? Waaraan aan wetten, regelgeving, hoe zijn die ontstaan door de mensen zelf en ze hebben een heilig status gekregen? Daar komt het een beetje op neer. Dus een rechtsstaat draait exact hetzelfde als religie. Hoewel heel veel mensen zeggen van ja, we leven in een rechtsstaat, ik heb niet dit nodig, de achterlijke gelovigen en dit. Iedereen gelooft in een God, of je het wil of niet. Iedereen gelooft in een God. Iedereen accepteert een God en iedereen houdt zich aan regels van een God. Voor de mensen die niet in God geloven, maar wel in rechtsstaat leven. Een rechter is jouw God. En een rechtbank is jouw tempel. Want als je gezondigd hebt, ja, dan moet je je zonde gaan oplichten En dan kom je bij Judgment Day in de rechtbank bij God. De rechter in dit geval die over jouw lot gaat besluiten... ben je een vrije man of ga je de hel in? Dat is hem. Als je die vertaalslag gaat maken naar geloof... opeens komt de ego en de trots erbij. Ik heb geen God nodig. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Niemand vertelt mij hoe ik moet leven. Ik ben een vrije man, want ik, ik leef in democratie. En ik heb dit, want ik heb een iPhone. En ik heb een dit, en ik, ik mag eten bestellen. En Uber komt naar mijn huis... Dit is het. Dan ga je wanen en dan ga je accepteren dat je een echt vrije mens bent, wat je natuurlijk niet bent. Of je nou vrijwillig in God gelooft of niet, daar wordt jou altijd een vorm van God opgelegd. En die wordt door je strot geduwd of je dat wil of niet. Te beginnen bij mensen die in het westen leven bij rechtsstaat. Dus het is niet alleen maar moslims in Sahara. God. Iedereen heeft een God. Daar komt het over neer. Iedereen heeft een God en iedereen heeft een heilig boek. Al gillen ze hard, dan klappen ze tegen het dak. Iedereen heeft een God, iedereen heeft een heilig boek. Of je hebt een God die je aanbiedt in de spirituele zin. Of jouw God is in de rechtbank zodra je wat doet. En jouw heilige boek is het wetboek. Of je klapt tegen de grond, wat, tegen, wat je ook doet. Iedereen heeft een God. En of het nou je keuze is of niet, je hebt je... Aan hem en zijn regels te houden. Ik hoop dat deze metafoor duidelijk is. En een mens die denkt dat hij vrij is, die leeft in een illusie. Dat is de, de meest triest mens van ons allen. Dat is dat. Kijken we naar geloof. Idem dito. Maar zodra we de naam van God noemen, ontploft iedereen, explodeert iedereen. Ik ben niet gelovig, wat denk je wel niet, ik ben niet dom. Niemand hoeft me te vertellen hoe ik moet leven. Wie denkt hij wel niet dat hij is, dat hij me gaat regeren in mijn leven? Het praatjes van iemand die in illusie woont, leeft. Iemand in coma. Iemand die vanuit trots en arrogantie spreekt. En eigenlijk, net wat ik zei, de meest triest persoon is tussen ons allemaal. Die heeft geen besef dat hij een slaaf is van wat dan ook. Hoe dan ook, waar je ook voor kiest. Of je moet in ergens. Tussen de jungle van de Amazon gaan leven. Ja, waar niemand die kent. En zelfs daar weet ze je nog te traceren. Tenzij je daar gaat wonen. Ja. Hang aan een boom. Uh, wees een aap of wat dan ook. Ga naakt. Ja. Accepteer geen autoriteit. Misschien dat je dan in de buurt komt van een vrije mens. Maar een God en een heilige boek heb je altijd. Ook al ben je niet gelovig. Laat daar geen, laten we dat voorop stellen. Dus wil je een geloof kiezen waar je niet gezien wordt als slaaf, dan kom je uit bij Islam. Islam van de Abrahamic faith, van de Abrahamic vertakkingen, is alleen Islam en alleen Koran die de mens geen slaaf noemt. Kijken we naar de Christenen. De Christenen die gillen van de hoogste kerken dat zij de mens Liefhebben, liefde, vrede, noem maar op, geef de andere wang, noem maar op. Maar hun Bijbel, ik moet eigenlijk zeggen de Bijbel van Paul, want dat zijn allemaal brieven van Paul, denk aan Romans, denk aan Colossians, denk aan Titus, allemaal brieven van Paul, een, een gefrustreerde figuur. Wat zegt hij tegen de christenen? Jullie zijn slaven van God. Dat zegt hij. Romans, hoofdstuk 6, vers 22 bijvoorbeeld. Hij herinnert de christenen eraan: Denk eraan, je leeft niet vrij, je bent een slaaf van God. En hoewel dat iets pais heeft en iets vrooms, ja, is dat niet een titel die Allah ons wil geven, bewust. Maar dat is wel de titel die Paul bijvoorbeeld aan die christenen heeft gegeven. En ze hebben het genomen, gegeten als zoete koek. Ja, want dit, dit is het: Want hart, hart is altijd beter. Ja, orthodoxe een hart. Op een of andere manier zijn we dat gaan vertalen als altijd beter. Ja, als ik maar mezelf breek en ik kruip, wat boeddhisten doen, kruip honderd treden naar boven tot je knieën helemaal verscheurd en krom en gebogen zijn, dan pas bereik je de bevrijding. Hartpijnen, noem maar op. Dus Paul vertelt de christenen, denk eraan, jullie zijn slaven van God. En het vertelt in verschillende uh, zaken. Nogmaals, uh, romans voor de mensen die willen weten, Colossians, titus, noem maar op. Allemaal brieven van Paul. Gaan we naar de Joden. Idem dito, Leviticus 25, vers 42. Denk eraan, zegt God tegen de Joden, hoewel ik jullie bevrijd heb vanuit Egypte. Ja, jullie waren slaven van de farao, ik heb jullie bevrijd vanuit Egypte. Maar Joden, denk eraan, jullie zullen altijd mijn slaven blijven. Dus de christenen zijn slaven van God, de Joden zijn slaven van God. En hoe zit het met de moslims? Noemt Allah ons zijn slaven? Want daar hoort ook een bepaald gedrag bij. Slaaf heb je niks te zeggen. Kruip met je gezicht altijd in de in dust. Ja, in de in modder. Is dat wat Allah van ons wil? Is dat islam? Gaan we even kijken. Want dan komen we vanzelf bij het aanbidden van Allah. En dus hoe hoor ik Allah te aanbidden? Aanbid ik Allah als slaaf? die niks te willen heeft, slaaf, buig, gezicht in de grond en ja. Of aanbid ik alle vanuit liefde. Wij weten nu wat de christenen hebben geleerd van, van Jezus conform Paul. Want Paul is echt, Paul is het ergste wat het christelijk geloof ooit is overkomen. We weten nu wat de wat, wat God van de Joden van ze vindt. Gaan we nu naar de islam, naar Koran. Het eerste wat je leest in Koran, de eerste wat je, je opent Koran, de eerste bladzijde. En ik heb jullie verteld, hoewel ik zelf eh, drie of vier jaar geleden dacht de, dat we de, de Koran moeten ontvangen in de manier waarop die geopenbaard is, heb ik mijn onderzoeken gedaan. Mijn logica ging niet op. Ik, ik dacht dat we het zo moesten hebben, mijn logica niet op. En ik heb vanuit Koran de woorden van Allah zelf laten zien van. Uh, 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 soms wordt iets geopenbaard voor de mensen daar die daar wat mee moeten op dat moment, maar voor jou die daarna komt en daar niet direct mee aan de slag moet, voor jou die daarna komt, helpt het soms om een verhaal wat beter bij elkaar te ruimen in een andere vorm. Ja? Uh, ik kan even geen voorbeeld noemen, maar ik heb vanuit de Koran laten zien: de Koran is zoals die is, want ik heb met jullie de oudste Koran uit het leven van de Profeet die we nog hebben in Birmingham University. Laten zien van nee, ik moet mijn woorden slikken. De Koran is altijd zo geweest. Want dit is de oudste Koran gedateerd uit het leven van de profeet. Dus ik moet daar vanuit gaan. Dus dan telt mijn logica niet meer. En dan heb ik geen ego om te zeggen van prima. Dan telt mijn logica niet meer. Als dat dit is wat Allah wil. Ja? Omdat ik het heb kunnen aantonen. Dus, Fatiha. Het heet ook de opening van de Koran. Wat vinden we daarin? Al-Fatiha. We beginnen altijd in naam van Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daar is al een boodschap. Ik heb nog nooit een moslim daar stil bij horen staan. Bismillahirrahmanirrahim. ja, In naam van Allah, de meest barmhartig, de meest genadevol. We hadden ook kunnen zeggen in naam van Allah. Maar nee, Allah is het generiek woord voor God. Maar Allah maakt zichzelf bekend. Ik ben God die en die. Dit is mijn naam, dit zijn mijn eigenschappen. Zodat Allah ons vertelt: van ik ben, ik, ben niet, ik ben niet zomaar een God en ik ben niet een God, ik ben de God. En dit is mijn naam en dit zijn mijn eigenschappen. Dus bismillah in naam van Allah is niet genoeg. Allah is niet genoeg, want Allah is niet die we aanbidden. Want uh, Arabisch christenen noemen hun God de, de Trinity. Jezus, de Vader, Heilige Geest. noemen ze ook Allah? De Arabisch-Christenen gebruiken het woord Allah. Dus zelfs daarin zit logica in de Koran. En ook dat is getekeld door Allah, zodat we nooit misleid worden. Nee, ik ben Allah, die en die. Ja? Het is een titel, zoals je de advocaat noemt. Ja, maar welk advocaat? Meneer Visser. Welk advocaat? Het is niet van zoek een advocaat in je telefoonboek, bam, bom, bellen, maar je komt uit bij je eigen advocaat. Nee, welk advocaat? Er zijn zoveel. He, dus je moet altijd soms, soms is een generiek titel niet genoeg. Je moet jezelf bekendmaken om, je, om, om jezelf te onderscheiden van de rest. Dat is wat Allah hier doet. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah de, de meest barmhartig, de meest genadevol. Klinkt dit als iemand die slavernij erop nahoudt? Is het aannemelijk dat de God die zichzelf, naar zichzelf verwijst als de meest barmhartig, de meest genadevol? Ben je barmhartig en genadevol als je slaven hebt? Laten we kijken naar Amerika en de kattenplantages, katoen. Wat kregen de Afrikanen daar? Kregen ze een bad? Werden ze gemasseerd? Kregen ze een gezichtmasker? Wat, wat kregen, ze? kregen ze een kapster die de haren kwam veunen en kam? Wat was het? Kijk even of je kan slapen, waar je slaapt, wat je eet, hoe je eet. Hard aan het werk. I don't care about your well-being. Dat is... Wat past bij een slavendrijver? Want slavendrijven op zich maakt van jou een evil person. Je kan niet zeggen: Ik ben een lief persoon. Ik aanbid God elke zondag in de kerk. Of, of in een moskee op vrijdag. Maar ik, ben, ik heb een slaven. Maar ik heb een goed hart. Ja, nee, ik, ik ben een mens. Ik, ik ben dit. Ik heb, ik heb een goed hart. Maar ik heb slaven. Ach, maar dat zegt niks over mij. Ja? Slaven. Nee, nee, nee. nee. Je bent een slavendrijver. Per definitie ben je evil en kwaad. Dat gaat niet samen. Punt. Klaar. Dus Allah verwijst naar zichzelf als genadevol, barmhartig. En dus kan hij geen slavendrijver zijn. Ja? En daarom moeten we dankbaar voor hem zijn, want dat is de volgende vers. Alhamdulillah, rabbal God dank dat dit de God is die de God is. Dat we niet de goden hebben van Grieken. Als ze niks te doen hebben, komen ze je uit elkaar schuren. Want ze vervelen zich. Ja? Zoals Zeus, Hera, noem maar op. Nee, dat doen ze niet. Athena en. Nee. Oh, die is mooier dan mij, en dus moet ik haar veranderen in een vrouw met slangen. en Om de meest lullige reden. Precies wat Allah zegt in de Koran. Als er meer dan één God was in de hemel, zouden wij hier aan het vechten zijn voor de uberstatus. Dat, dat zegt Allah in de Koran. Er kan maar één God zijn. Met andere woorden: Mens, gebruik je verstand. Ja. Een bedrijf waar heel veel mensen werken, hebben allemaal ambities. Ze willen allemaal de directie worden. Alle zegt het werkt, hetzelfde zou het zijn in de hemel. Als er meer dan één God is in de hemel, zouden we aan het vechten zijn, want we willen allemaal die status, die troon. Ja? Niemand wil God zijn, en, maar dan een God nog boven zich hebben. Dat is crazy, dat is crazy. Alleen daarom al klopt de Trinity niet. Drie goden, maar één God en drie. It's crazy, is crazy. Dat hebben ze natuurlijk overgenomen van de Grieken. Afen. Dus Allah zegt God. En Hij leert ons om dankbaar te zijn. Dat we geen bruut hebben. Dat we geen slavendrijver hebben als God. Dat we niet zo'n Griekse God hebben. Ja, die mensen schuurt omdat hij zich verveelt. En nee, Allah zegt: Ik ben de barmhartig, de genadevol. En dus give thanks. Ja? En dus ho horen wij onszelf gelukkig te prijzen. Dat dat de God is die het universum heeft gecreëerd. Het is geen beest. Het is geen bruut, het is geen slavendrijver, het is een lieve God met heel veel liefde. En dus zijn we dankbaar. God dank dat u God bent. En dus zeggen wij alhamdulillah rabbil alamin. Ja? Alle lof aan Allah, Heer van de werelden. En weer benadrukt alles een barmhartigheid. Al-Rahman al-Rahim. Hij heeft de wereld gecreëerd, dus dit is Allah die aan het begin heeft gestaan. En aan hem behoort de dag des oordeels. Dus Allah staat aan het begin en aan het eind. Met andere woorden, er is niemand voor of na hem. wa nu, nu nu begint het. Dus voor het eerst, dus Allah begint niet direct van Hij aanbidden. Dan, pas, pas als deze chapter bijna afgelopen is, zegt Allah... En het wordt vertaald als aanbidden. Maar daar is een maar. Dit is de handicap van de Nederlandse taal. Ja? Of ieder andere taal, behalve het Arabisch. Ja? Alle, u aanbidden wij en bij u zoeken wij ons steun. Dus het aanbidden is niet hetzelfde als steun zoeken. Waarvoor aanbidden we Allah dan? En waarvoor zoeken wij steun? Dat zijn twee, dus, dus je kan bij Allah terecht voor twee dingen. Je aanbidt hem en je zoekt steun bij hem. Je vraagt steun. Het is niet, het, het is niet allebei hetzelfde. Het is niet één valute waar je mee betaalt. Oh Allah, als ik maar gehoorzaam. Nee. Dus dat betekent dat Allah anders naar ons kijkt. Want een slavendrijver, die kent maar één taal: bukken of breken. Ja? Je kan niet bij je meester voor. Oh, deze kussen ligt hard. Mijn slavenmeester, heb je nog een uh, ganzendons kussen? Want deze ligt hard, die willen. Dit is wat je hebt. Ja? Je krijgt een steen, daar kan je op slapen. Dus, dus Allah vertelt ons bijna indirect dat we rechten hebben bij Hem. Dat is waar het opnieuw komt. Dus dit is geen, dit is geen, dit is geen, dit is geen kenmerk van een slavendrijver. Wat je leest bij de christenen en bij de joden. Om maar eens te zwijgen over boeddhisten. Die twee dagen moeten kruipen op hun gezicht naar de tempel. Die, die, daar ga ik niet eens over praten. Met alle respect voor hun geloof. Maar het moet benoemd worden als we aan het analyseren zijn. Iyek en abu deyek en Ja? Ehdina siratul mustaqim. Leid ons naar het rechte pad. Siratul mustaqim. Zo kom je bij Allah. Wat is de siratul mustaqim, het rechte pad? Dat is soms vertaald in de hadith... Als, oh, de siraat, oh, je loopt over een brug. En misschien val je in hel, misschien val je in de hemel. Is dit, is, zo gaan ze om met Allah. Alsof hij met ons knikkert. Alsof hij met jou dobbelsteen gooit. En valt hij zo of valt hij zo. Terwijl Allah zegt: Ik doe niemand tekort. Nee niet, een, nee, niet zoiets als wat weegt als een atoom. Iemand die zo nauwkeurig is met jou, gaat nauwkeurig om met je lot als Allah. En in de hadith lees je dat Allah een dobbelsteen opgooit. Misschien val je van de brug, misschien blijf je. Me is achterlijkheid, achterlijkheid is verschrikkelijk. Het heeft niks te maken met de brug. En, brug joh, wat is dit? Wat praten we over? Wat is dit voor uh, mythologie wat niet van de islam is? Verschrikkelijk. Dus, hier begint je aanknooppunt. Wil je weten wat voor, wat voor God je aanbidt? En waarom we alle aanbidden? Je kan abortu, je kan En het wordt vertaald als aanbidden. Ja? Maar er is nog een maar bij dit aanbidden wat ik zo meteen ga vertellen, inshallah, en dan ga ik het af, afhandelen. Wat vinden we in de Koran? Adubillah <tiedert> minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, zoals het overigens dokter Shahrol het zo mooi zei. Elam ahad ilaykum, ya bani adam. Heb ik jullie niet verteld, kinderen van Adam? En let <tiedert> abudush shaitan, aanbid de duivel niet, innahulakum aduwun mubin. Het is heel duidelijk dat hij bestaat. En het is heel duidelijk dat hij iets slechts... Dat hij alleen maar het slechte voor jullie wil. Dat is heel duidelijk. Allah zegt ons, vertelt ons, en dit is Allah: dat je, je, je kan merken, voelen, zien, weet ik het allemaal, dat er zoiets moet bestaan als de duivel. Die staat voor al het kwade. Want wij zijn allemaal in staat om het goede van het kwade te onderscheiden. Dat, dat weten we. Nogmaals, we gaan weer terug naar de rechtsstaat. En alleen wie mij aanbiedt loopt op het rechte pad. Ja? Zoals de rechter tegen jou gaat zeggen in de rechtbank: alleen wie niet door rood rijdt, is een brave burger. Alleen wie niet een ander neerknalt, is een brave burger. Ja? dus de rechter wil dat je zijn wetboek volgt. Hier ook al ben je niet gelovig. En dus zien we dat ook bij Allah. Want Allah is de rechter, is de koning, is de rechter. En hij zegt: naabuduni de sirat mustaqim. Alleen dit is het, het juist. Alleen zo kan je handelen. Alleen zo ben je een brave burger. Ja? Door niet te doen wat de duivel doet. En dat is wat Allah noemt Sirat al-Mustaqim. Wat je vindt aan het begin van de Koran, Fatiha. En terug naar de Fatiha, waarbij Allah zegt. Leert ons dat we hem willen aanbidden en bij hem steun willen zoeken je ja? kan kan aputo je kan staan. Wat is de isti'ana? Hoe doen we dat steun zoeken bij Allah? Moeten we hem Moeten we een Telegram sturen, een WhatsApp, een SMS? Hoe, hoe moeten we steun zoeken bij Allah? Allah vertelt ons dat. Dat hoeven we niet te zoeken in de Koran. Allahumma meneer shaitan rajim. Bismillahirrahmanirraheem. Wasta'inu <stelling> bis-sabr was-salat. Wasta'inu bis-sabr was-salat zoek steun bij mij, maak contact met mij door geduldig te zijn. En door de salaat. Is dit de salaat waar wij we onszelf moeten wassen en met de, het hoofd tegen de grond? Dat kan ik jullie niet vertellen, want de salaat als het zo gebruikt wordt, heeft het heel veel verschillende betekenissen in de Koran. Alsof Allah hiermee alles wat valt, want wat is de salaat? Contact maken met Allah. Asil, breng iets van A naar B. Ja? Ittisaal, ik ga je opbellen om contact te maken. Assala, jullie horen hem, daar zit een woord, daar zit een, een kern in. In de sala, ittisaal, assala. Ja? Dus alles wat je doet, wat Allah bereikt. Wat Allah accepteert, moet ik eigenlijk zeggen. In een positieve zin. Wat alle van jou accepteert in een positieve zin. Het zijn je gebeden. Het zijn je goede daden. Behulpzaam zijn. Goed mens zijn. Ja? Alles wat de duivel niet doet. Wat Allah vertelt hier. Doe niet wat de duivel doet. Want toen de duivel deed wat hij deed, werd hij uit de hemel verbannen. Ja? Dus wij willen niet verbannen worden vanuit de hemel van God. Kingdom of God. Wij willen daar komen en blijven. Dus dan moeten we niet doen wat de duivel deed. Dus wat moet je wel doen om contact te krijgen en te behouden met Allah? Je moet een goed mens zijn. Wees goed, wees vredig, behulpzaam en, 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 en noem maar op. Er zijn miljoenen manieren om een goed mens te zijn. En ook dat vinden we in de Koran. Allah schetst nooit van dit is wat het is om een goed mens te zijn. Allah zegt: Kijk naar het goede en doe daar meer van. Ja? Wat zegt Allah? De beste mensen zijn zij die iets goeds horen en dat doen of vermeerderen. Ja? Dus we staan op die salat. Wees geduldig en doe alles wat je kan om... waarvan je weet van hey, dit zal geaccepteerd worden door Allah en dus maak ik contact met hem. Ja? Want als je niet geaccepteerd wordt, blijft de deur dicht bij de persoon bij wie je naar binnen wilt. Dus maak je geen contact. Dus alles wat je doet, wat door Allah geaccepteerd wordt, met andere woorden, de deur is open voor je, dat is de salah. Dat is de algemene definitie van het aanbidden van Allah. Dat is niet alleen maar als we met ons hoofd tegen de grond gaan. Daar komen we nog. Maar de salah, als Allah daar geen specificatie aan geeft, is de salah alles wat jij doet of gaat doen of kunt doen. Om van jezelf een betere mens te maken. Alles waarvan jij weet. Hé, als ik dit doe. zal dat beloond worden, gewaardeerd worden door Allah. Wat is dat allemaal? Nogmaals, het tegenovergestelde. wat van een duivel zou doen. Vinden we ook in de communicatie met Mozes. tussen Allah en Mozes. Wat zegt Allah tegen hem? Oude, mijn naam is Ete Nu Toen Moses in de buurt kwam van de Burning Bush, heeft Allah geroepen: Nu diya, Ya Jamoese, hey Mozes, zijn naam werd geroepen: Inni en Rabuk, ik ben jouw God. Vegla na leek in de Kibiruad Mokad das Je loopt hier in wat een rivier was, en het is een heilige plek, dus trek je schoenen uit. Ik heb jou gekozen, dus luister goed. Alle, als Allah tegen je zegt, ik heb je gekozen, voor wat? Zodat je wat gaat doen voor Allah. Dus je moet luisteren, want je krijgt een opdracht. Dus hij zegt tegen Mozes, ik heb je gekozen, dus let op. Oren open. Ja? Naar nou wat ik zal openbaren. Dus hier ligt ook een boodschap voor ons, als christen, als jood, als wie dan ook. Die in de God van Abraham gelooft, jij doet niet wat een mens jou oplegt. Jij doet wat God jou oplegt. En dat vind je in een heilige boek en niet in wat jouw imam, jouw rabbi, jouw priester, jouw dominee vindt. Dus, de brieven van Paulus, the hell with the brieven van Paulus. Scheur ze, verbrand ze. Who the heck is Paulus? Hadith, the hell met Hadith. Wie is Bukhari? Ja? De leer van de rabbi, wat joden hebben, de rabbinic tradition, the hell with rabbinic tradition. Wie zijn de rabbijnen? Dat zijn geen goden. Ze hebben de Torah. Yeah, ja, dat is het. Dus hier zit ook een boodschap voor jou als medegeloof. Jij doet wat in de Koran staat en niet wat jouw imaan vindt dat je zou moeten doen. Ja, dit is wat we horen. Mozes krijgt een opdracht: doe wat ik aan jou openbaar, niet wat jij in je kopie krijgt, Mozes. Zoals Allah tegen David zei: je doet wat ik jou, want David die begon op een gegeven moment te doen wat hij vond dat het goed was. En hij is teruggevloten door Allah en Allah zei tegen hem: David, doe niet wat jij denkt dat goed is, doe wat ik jou vertel dat het goed is. Ja? Dus zelfs profeten mogen niets verzinnen. Alleen omdat hij profeet is, ja, moeten we ze niet aanbidden. Heilig, de, de holy. Nobody is holy. Niemand is heilig. Een profeet is een mens. Meer niet. Ja? Dus het is gevaarlijk wat mensen hebben gedaan in het Jodendom met Mozes en Aaron. Ze, ze hebben van hun goden gemaakt. Mozes met een doek over zijn gezicht, want het licht van God. En, en, en. Het is gevaarlijk wat christenen hebben gedaan met Jezus. De profeet van God is gebombardeerd tot God. Het is gevaarlijk wat moslims hebben gedaan met Mohammed. Ja? Alles wat Mohammed doet, doe ik. Mohammed deed, Mohammed, Mohammed geeft ons kracht. Ja? Er, zijn, er zijn psalmen over Mohammed, ons profeet. Ja? Waarin we kracht vragen aan Mohammed. Jullie kennen die liedjes. Meded, in Egypte noemen ze dat. Een bekend liedje. In Marokko, Marokko Arabieren zingen dat. Alle Marokkanen kennen dit liedje, vertel me niet dat je dit niet kent, want ik, ik geloof je niet. Ja? Je hebt het gehoord op een feest, je hebt het gehoord op een dit of een dat. Wij vragen, alle zegt, bij mij zoeken jullie steun. En moslims zeggen, profeet geef ons steun. Ja? Daar begint de rotgeit. Wie geen rotgeit kan ruiken, moet het maar horen. Dit is rotgeit. Dus joden hebben van Mozes en Aaron goden gemaakt. Christen hebben van Jezus een god gemaakt, letterlijk. Moslims hebben van Mohammed een god gemaakt. Kom mij niet vertellen van ja, maar figuurlijk dit, dat, ja, maar je weet dat het anders ligt. Komt op hetzelfde neer. Bottom line, bottom line is hetzelfde. Ja? De hoofdpersoon in jouw film is niet Allah, maar is Mohammed. Boghari, Mohammed, Choghari, Loghari. Wie dit niet snapt, spreken we niet dezelfde taal. Ik ga niet met jou weekend wegen. Wie is de hoofdpersoon in jouw geloof? Is het Allah? Allah en. Nee, stop. Allah en Mohammed, Allah en Bukhari, en dan komen ze. Dan komen die bibliotheken. Allah en Moslim, Allah en. Ja? Joden, Hashem en Mozes, Hashem en Aaron, Hashem en de Nabi'im, Hashem en de Rabbinen, en. En dan komen, komen ze. Christenen, God de Vader en de Holy Ghost en Jezus en Paulus en die en en en. Allemaal Goden, ze zijn allemaal Goden. Amen. Dus. Nee, stop. God, stop. Punt. Sterker nog, we vinden in de Torah dat Joden geleerd worden door Mozes. Heer Israël, Israël luister. Dat betekent de, de Joden. Israël staat voor de Joden. Luister. Jullie, God is één. Wat vind je in Matthäus? Wat, wat vind je in Matthäus? Wat zegt Jezus in Matthäus tegen de christenen? Het allerbelettelijke, ik citeer nu de Bijbel. Het Ah, wat, dit is een uitspraak van Jezus in de Bijbel. Wat zegt hij? Het allerbelangrijkste gebod. Het allerbelangrijkste gebod, zegt Jezus tegen de christenen. Is, en hij, hij citeert vanuit de Torah. Hoor Israël, jullie God is één. Hoe kan Jezus, tenzij hij psychisch problemen had, gespleten persoonlijkheid. Hoe kan hij tegen de christenen zeggen, jullie God is één. En dan komt Johannes en dan zegt hij, jullie God is drie. Tenzij je gespreid persoonlijkheid hebt als God. He? Tenzij je uh, rijk bent voor het gesticht. Jullie moeten mij niet aanbidden. Er is maar één God. Bam, bom, bim. Drie gospels later. We krijgen de Trinity. Terwijl Jezus tegen de christenen zegt... Het allerbelangrijkste gebod. En ik citeer. Letterlijk. Dit is letterlijk wat in de Bijbel staat. Is dat er maar één God is. Wie zegt dat er maar één God is? Want de Joden krijgen de credit... Dat ze één uh, 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 God hebben. Dat zij de wereld één God hebben gegeven. Dat is, dat is een leugen. Moet jullie nooit geloven. Joden hebben niet in het leven geroepen dat er één God bestaat. Weet je wie dat gedaan heeft? De islam. Wat joden hebben gezegd is: Wij hebben één God. Dit is ons God. Uh, jullie hebben jullie goden. Dat is wat de joden zeggen in hun leer. De hele wereld, ieder, ieder mens heeft zijn God. Ja? De Gentiles hebben hun vieze God en dus zijn ze vies smerig. Want de Gentiles hebben ook hun God. Maar ons God is de beste. Dat is wat Joden zeggen. Dat is de leer van het Jodendom. Waar staat dat? Waar, waar vind je traces hiervan? In Genesis. God heeft zonen. Ah, dus, dus die zonen van God, ja, die afgedwaald zijn, die zijn. Die, hoe zal ik het zeggen? Die zijn afgedwaald, want die hebben seks gehad met de dochters van de mens, zegt Genesis. Ja? Genesis vertelt de Joden, die Christenen, en die Christenen hebben de fout gemaakt om de Torah om te armen, het begin van hun Bijbel. Dus ze kunnen daar niet aan ontsnappen wat ze ook zeggen, maar dat vinden ze niet erg, want ze hebben de Trinity, dus zij vinden het helemaal niet erg. Jezus is de Zoon van God, maar wat zegt Genesis? God heeft kinderen. Nee, niet, niet de children of God, Joden. Nee, nee, nee. Letterlijk kinderen die van de hemel naar de aarde zijn gekomen... en die hebben damesverkracht hier op aarde. En dus zijn het maar uh, uh, roekeloze teenagers. Kinderen van God, teenagers, roekeloos. Ze zitten vol hormonen. Dat zijn de goden van de Gentas. Maar ons God, zeggen de Joden, dat is de meest wijze God. Die is pas waard om te aanbidden. En dat is ons God. Joden zeggen niet dat er maar één God is, nee... Ze zeggen de, de beste God is ons God. Het is, een heel, het is een heel andere strekking. Maar goed, ze krijgen nu credit, ze krijgen eer. Ze hebben een goede PR, noem ik het even. Public Relation. Ze hebben een goede campagne gevoerd en nu krijgen zij de eer dat zij al voor de islam geloofden in één God. Dat is onzin. Genesis is het bewijs. Lees voor jezelf, je hoeft mij niet te geloven. Ik, 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 ik zit hier niemand te hersenspoelen. Wie kan lezen, moet Genesis lezen ja? en vindt in Genesis waar God praat over zijn kinderen. En het is niet eens God. Iemand vertelt, iemand vertelt de Joden de kinderen van de zonen van God. En dat is zo mooi, want wat vinden we in de Koran? Alle zegt, die Joden zeggen, ons God heeft zonen en de God van de moslims heeft dochters. En alle zegt, hoe kun jullie zoiets zeggen? Ah, ik heb nog zonen nog dochters, ja. Ik, ik, ik ben niet geboren en ik geef geen geboorte aan. B. Wat zegt dit over jullie? Dat jullie de moslims willen beledigen door ze te vertellen... lekker peu, jullie God heeft dochters. Dus het jodendom, zoals het ontwikkeld is, is antifrouw. Want als je een dochter hebt, mag een jood jou uitlachen. Vanuit zijn God. Lekker peu, jij hebt een dochter. Eh, eh, ik heb een zoon, is veel beter. Wat zegt Allah? Stel het je achterlijke dat jullie zijn. Waar zijn jullie mee bezig? Dat zegt Allah niet. Daar komt het op neer. Ah, ik ben God. Ik geef geen geboorte en ik word niet geboren. En hoezo wijzen jullie me alleen maar dochters toe? Wat willen jullie daarmee vertellen? Afijn. Dus nee, Joden aanbidden niet één God. De enige mensen in de hele wereld die één God aanbidden, in alle betekenissen van het woord, zijn de moslims. Althans, als je de Koran volgt. Volg je de hadith, dan ben je al bezig met een Trinity. Dan ga je al, je bent al aan het glijden richting de Trinity. Want Mohammed heeft dit gedaan. Mohammed had rode sokken, en dus moet ik rode sokken dragen. Ja? Mohammed wil geen honing, en dus is de vraag of ik honing wil. Mohammed had daders met melk, en dus moet ik daders met. Ja? Waar zijn de moslims die zeggen: Allah wil dit, en dus doe ik het? Nee, dat is altijd Mohammed wil. En, en, en dan nog wordt het nog mooier. Bokhari wil. Yeah, the, the, there is your trinity. De trinity heb je te pakken als moslim. Allah, Mohammed, Bukhari. There is your trinity. Terug naar Mozes. Allah praat tegen Mozes. En hij zegt tegen hem. Ik ben jouw God. Inni ena rabbuk. Fakhla Doe je schoenen uit. Wa ennig taartuk Ik heb je gekozen. Luister goed. Li yoha, Naar je openbaar. Inni ena Allah. Ik ben Allah, la ilaha illa anna, er bestaat geen ander God behalve ik. Fa'budni, aanbid me, as salat li dhikri Als het aanbidden van Allah is wat we doen op ons gezicht tegen de grond, dan bestaat hier een fout in de Koran, hashalillah, in de formulering. Want Allah zegt tegen Mozes, aanbid me en verricht het gebed. Niet door het gebed te verrichten, nee, wa'. We betekent en. Het is een opzomming van twee zaken. Fabudni Fa wa salat. Aanbid mij, dus aanbidden van Allah, is niet als we met ons hoofd tegen de grond gaan. Dat is niet het aanbidden van Allah. Het aanbidden van Allah doen we dus, daar komt het op neer, door goed, goed mens te zijn en goede daden te verrichten, dat je geen duivel bent. Ja? Want Allah leert ons in de Koran: Iblis is de naam van Satan. Dat is niet Satan. Iblis, Satan heeft een naam zoals jij een naam hebt. Of het nou uh, 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 Bert is of Mustafa of Shamina, of, dat is jouw naam. En Satan, de duivel, had een naam en dat is Iblis. Satan is niet zijn naam, hoewel dat in het Westen in de Bijbel wordt geschreven met een hoofdletter. Satan is het gedrag, ja? crimineel. Jouw buurman is geëindigd in, 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 de, in de gevangenis. Men verwijst naar hem als de crimineel. Hij heet niet crimineel. Ja? Hij heeft de naam gekregen van zijn ouders. Men verwijst naar hem als crimineel door zijn gedrag. Daar heb je de crimineel. Ja? Dus, dus Satan is het gedrag van Iblis. En el Jin is het ras. Zoals een mens. Wat is ras? Mens. Hij is de gevangenis ingegaan. Wat is zijn gedrag? Crimineel. Ja? En daarnaast heeft hij nog een naam. Wat hij gekregen heeft van zijn ouders. Hetzelfde geldt voor de duivel. Hij heet Iblis. Zijn kenmerk is Satan. Dus hij is, hij is slecht. Dat is Satan. Slecht gedrag. En hij hoort bij de djins. Dat is ras. Zoals jij bij de mens hoort. Afijn. Dus... La laatst vroeg iemand mij of, die, of ik dit uitvoerig kan uitleggen, bij deze, als je nog luistert. La het aanbeden, wat vertaald wordt in het Nederlands als het aanbeden van Allah, is niet wat je doet door je hoofd tegen de grond. En, en Allah zegt, en dat komt bij mij op de eerste plaats. Dus dat je een goed mens bent, heeft bij Allah meer status. Dan dat je. Natuurlijk, dat is belangrijk. Laten we daar niet vaag over zijn. Het aanbidden van Allah ook in het gebed is heel belangrijk. Er wordt heel veel nadruk op gelegd in de Koran. Maar het komt op de tweede plaats. Maar het is heel belangrijk, maar het komt op de tweede plaats. Eerst plaats, aanbid ja. me door Allah te gehoorzamen. Hoe gehoorzamen we Allah? Door te doen wat in de Koran is. Wat is in de Koran het tegenovergestelde wat een duivel zou doen? Dus goed mens en noem maar op. En zo aanbidden we Allah. Dus als je een goed mens bent, ja, dus, dus het aanbidden van Allah doen we op twee manieren. Je bent een goed mens, staat op nummer één bij Allah. En je aanbidt hem letterlijk door op je gezicht te vallen. Wat, wat Abraham doet in de Torah, wat Jezus doet in de Gospels, in de Gethsemane-tuin. Net als ons, net als moslims. Christenen zijn zo ver verwijderd van Jezus. Het is unbelievable. Joden zijn zo ver verwijderd van Abraham, waarvan zij zeggen dat is ons vader, is unbelievable. Ja? De enige die doen wat Abraham doet, die doen wat Jezus heeft gedaan, zijn de moslims. En of die Joden, de christenen dat niet leuk vinden, of wie denk je wel, ach, lees je Bijbel, lees die Torah, kom mij dan aanvallen met een argument. Enfin. Dus, Akim Salah, nu pas komen wij in de buurt van het fysiek gebed. Wa li Hier, moet je horen wat Allah zegt? En verricht het gebed, dat is het fysiek gebed. En daarom, waarom is het het fysiek gebed? Omdat Allah zegt: Aqim. Verricht het. Kom in actie. Dus het is niet spiritueel. Dit is het fysiek gebed. Aqim. Aqim. Wat, wat wij in Marokko zeggen: uh, uh, we zeggen bijvoorbeeld: wil je, wil je iets doen, dan heeft het رَّقْوَم. Ja. Wil je iets doen, dan moet je de juiste ingrediënten hebben. Ja? Dus je, je, je gaat niet zomaar wat doen, uh, je vingers knippen. En de... Dus we zeggen nee, de voorbereiding is een ikrama. Ja? Onze oma's in Marokko, de ritueel wat we hebben in Marokko, de theeceremonie, wat zeggen onze oma's? Waar is er kwem? Waar zijn de kwem van de thee? Wat bedoelt ze? Je moet voor je oma. Je Marokkaanse theezet brengen, je moet voor haar suiker brengen, de juiste suiker, niet de goedkoop suiker, de duurste suiker. Je moet voor haar de duurste zaadjes brengen, de beste mint, gewassen en wel. En dan pas zegt ze, dit is rakwem van de thee. En dan pas gingen onze oma's de thee maken. Rakwem, hoe je hem? Akim, esala, raquem. Wat is dat? De voorbereiding. Je gaat aan het werk. Wa ja? as Dus het, Dus het aanbidden van Allah. Is niet voor Allah. Dat is zodat wij daar beter van worden. Want als je een goed mens bent, help je elkaar. En zo krijg je een heel mooi, liefdevol, vredige wereld. Dus dat is niet voor Allah. Wat is voor Allah? Het gebed. Want Allah zegt: dat zegt hij tegen Mozes. Wa akim as-salaa. ...je gedenkt mij, je denkt aan mij... ...als je een minuut voor me vrijmaakt. Waarin je mij gaat aanbidden. En dat komt op de tweede plaats. En Allah zegt, en dat is zoals jullie mij herinneren. Dat, door het fysiek gebed te verrichten. Dus het fysiek gebed is superbelangrijk. Laat je niet gek maken door allerlei nieuwe age-variaties... Nee, je houdt van God in je hart. Dat is allemaal luilakken. Lu een luilak praat zo. Ja? Die wil stinkend Allah aanbidden. Die wil niet opstaan. Die wil niet zichzelf wassen. Die wil, wil stinkend door het leven gaan. Ach, wat Allah is in mijn hart. Zo lus ik er nog een paar. Dat is een luilak. Die is lui. Lui. Bij zo'n iemand wil je niet thuis eten. Ja? Want was die zijn handen? Was die zijn bestek? Was die zijn dit? Hè? Is lui. Lui leidt naar viezigheid. Enfin, dus... Dat is, en dat is het fysiek gebed. Want het heeft, ja, het heeft... Het heeft voorbereidingen. Wat zijn die voorbereidingen? En dan heb je de smoking gun te pakken. Als het klopt wat ik zeg, hier Wat ik tegen jullie zeg. Is het filosofisch of klopt? Wat zijn die voorbereidingen? Wat zegt Allah over het gebed, fysiek gebed... Hoor me aan, gelovige, voordat je begint te bidden. Wat zegt hij? Was je handen, was je voeten, was je gezicht. Ben je naar de wc geweest om het even netjes te houden? En ook in de Koran is het netjes. Het is niet dat ik, dat ik voor alle betere woorden kies. Ook Koran is netjes. Alle gebruikt nooit volgele woorden. Ben je naar de wc geweest? Heb je nummer 1, heb je nummer 2 gedaan? Was jezelf eerst? Ben je echt vies, zo erg dat je stinkt? Ga douchen. Dat staat allemaal in de Koran. Dus Allah maakt een onderscheid, want Hij wil ons niet onnodig laten rennen. En zeker niet in Arabië en de Sahara, waar water waardevol is, zegt Allah. Dus je helemaal als je echt vies bent en je stinkt. Ja? Dan red je het niet met alleen beneden te wassen. Want hoe zit het met de rest, met je oksels die stinken een uur in de wind, bijvoorbeeld? Dus dit zijn. En oh, je mag niet dronken zijn. Je moet helder zijn. He? Wassen, zoek dit, zoek water. Heb je geen water? Zoek schone zand. Dit is lakwem, dit zijn die voorbereidingen. En als je dat elders vanuit de Koran pakt en je schuift het hieronder wat Allah tegen Mozes zegt. Doe je voorbereidingen voordat je me aanbidt? Hier, hij zegt tegen hem doe je schoenen uit. <laughs> dit is een voorbereiding. Mozes, trek je schoenen uit. Is een voorbereiding, want hij gaat nu in contact treden met Allah. En in contact treden met Allah, kom je niet zomaar flaneren, aanwaaien. Allah, hier ben ik. Nee, je bereidt je voor. Je trekt je schoenen uit. Dat, dat staat voor viezigheid, want je loopt op die schoenen. Dus je ontdoet jezelf van viezigheid. Je wast jezelf, zegt alleen de Koran. Jullie die in mij geloven, voordat jullie beginnen te bidden, was jezelf. Ja, maak jezelf schoon. En dus is het al-iqama. En dus is alles waar Allah... Akim voorzet in de Koran, is dat het fysiek gebed? En dus ja, er bestaat een fysiek gebed. En niet alleen maar zoals sommige uh, New Age moslims zeggen. Nee, het is in je hart. Nee, ach, wat maakt het uit? Je aanbidt alleen in je hart. Ja? Als dat zo is, als dat zo is. En, en dan maak ik weer een link naar het aardse. Als dat zo is, had je geen stoplichten die jou fysiek eraan herinneren aan wat je moet doen? Ja? Want als je niet in God gelooft, maar je gaat naar de rechtbank, dan ben je een hypocriet en een huigelaar. Je gelooft niet in God, maar je gaat wel naar jouw God in de tempel, wat ze noemen rechtbank. Ja, potato, potato. Potato, potato. Je erkent, je aanvaardt die regels. Maar hier is de stap voor je te ver, want het, heeft, want het komt aan jouw vrijheid. Het is onzin, het is onzin. Word wakker. Mens, je bent niet vrij. Niemand is vrij. Ja. Akim salat. Je kan niet zomaar een auto rijden. Je moet laten zien dat je je voorbereiding hebt gedaan. En hoe heb je je voorbereiding gedaan? Rijlessen nemen, rijbewijs halen en dan pas mag je in de auto. En dan pas kan je gebruik maken van de wegen. Ja? Wil je tot alle komen, maak je voorbereidingen. Was jezelf, geen alcohol, geen eh, nog even eh, cocaïne of of wat, wat het ook is wat ze doen. Ja? Alle zegt: kom. Kom tot mij helder van geest, gezond van lichaam voor zover het kan, schoon, hygiënisch. Dit is God, dit is niet jouw vriendje van de club, die zijn sokken al zes dagen aan heeft. Dit is God. Ja? Je kan niet zeggen, ach, even ruiken, sokken, ze kunnen nog een dag. Dit is God. Ja? Al het andere is troep, dit is alle, dit is God. Je treft je voorbereidingen, alles is vers, je komt bij hem zo vers als dat je kunt. Ja, je treft die voorbereidingen. En dus is dat een ikame. En dus zegt Allah Akim as tegen Mozes, maar tegen alle profeten. En we gaan zien dat Mozes dat gaat doen. Want Allah zegt: als je teruggaat naar die Joden in Egypte, jullie hebben nog geen, wat ze noemen, synagoog, jullie hebben nog geen tempel, jullie hebben nog geen moskee. Maak van jullie huizen een tempel. Dat zegt hij, dat hebben wij in de Koran. Hoe kan je dan zeggen dat een fysiek gebed niet bestaat? Mozes ontvangt twee vormen van aanbidden van Allah door een goed mens te zijn, en omdat hij een goed mens is, gaat hij zijn mede Joden bevrijden. Want ik heb jullie verteld: Allah houdt niet van slavernij, Allah houdt niet van slaven. Joden zijn slaven bij de farao en Allah zegt: Dat accepteer ik niet. Geen mens is een slaaf van een ander. Dat is wat anders dan wat Joden en Christen hebben. In het Jodendom en in het christelijk geloof is het oké okay om slaven te hebben. Maar niets van dat is toegestaan in de Koran. En daarom zegt Allah. En wees dankbaar dat ik God ben. Want klopte het dat jullie een ander God zouden hebben? Dan hadden jullie een bruut. Ja? Dan hadden jullie een zoes. Dan hadden jullie iemand die jullie slaven noemt. Iemand die van jullie verwacht dat jullie twee dagen op jullie knieën schuiven naar zo'n boeddhistisch tempel. Nee, nee, dat hebben we allemaal niet. En Allah zegt: En ik accepteer niet voor mijn mens dat hij als slaaf leeft. Mozes. Je gaat die, de Joden bevrijden. Deze Joden waren niet gelovig. Ze, ze, ze geloofden niet in God. Het is niet dat ze gered zijn omdat ze in God geloofden, want ze hadden geen geloof. Ja, want ze kregen de Torah na Mozes en Allah herinnerde de Joden eraan. Joden, hoe kun jullie zeggen dat Abraham van jullie is, terwijl jullie pas tot God zijn gekomen na Mozes? is Prachtig. Allah geeft de Joden een lesje. Ja. Hij zet ze op hun plek. Joden, houd toch op door te zeggen van Abraham en Noah en, en zijn Joden. Terwijl het Jodendom is ontstaan na Mozes. Geweldig. Alleen daarvoor al moet je van Ko aanhouden. Ja? Dus wat doet Mozes? Hij neemt het aan van Allah. Gaat het passen, toepassen? Ja? Want Allah zegt, luister goed. Ik zit hier niet verhalen te vertellen. Wat ik vertel, moet je doen. Ja? Hier. Luister naar wat ik openbaar voor wat? Zodat je het naast je neerzet? Nee, zodat je het gaat toepassen. Dus Mozes past het toe en Allah zegt en als je thuis komt, leer de Joden dat ze kunnen bidden in hun plaats, in hun huis, want Farao zei: het aanbidden doe je in de tempel, onderaan bij mijn voeten. Zeus had een tempel, Athena had een tempel, Hera had een tempel, iedereen had een tempel. Maar Allah zegt: nee, jullie hebben nog, jullie zijn nog geen community, jullie hoeven niet in de tempel te bidden, bid in je huis. Want jullie zijn nog niet zo ver. Dus dat onzin wat de Joden nu zeggen: de tempel van Salomon is kapot en dus kan ik geen Jood zijn, dat is wat de Joden zeggen. Voor wie dit niet weet, dan weet je te weinig van het Jodendom. Maar mensen die het Jodendom hebben bestudeerd, die weten dit: Joden zelf, ik kan niet bidden tot God, want de tempel van Salomon is destroyed. en dus kan ik niet God aanbidden. En dus kan ik geen, geen wat, wat moslims doen, de schaapslachten en, en dat soort. Dat is niet eens van ons, dat is van de Joden. Wij hoeven geen schaap te slachten. Dat staat niet in de Koran. Joden moesten een schaap slachten. Ja? En het laten opbranden en, 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 en noem maar op. Af, als offer. Af. Nee, dat kunnen we allemaal niet doen, want de Tempel van Salomon is weg. Dat is onzin, omdat ze lui zijn. Ze zijn lui. Want hier is Mozes, vertelt Allah ons, die de Joden vertelt: als jullie geen Tempel hebben, bid je in je huis, maar je zal bieden. Maar mens is lui en die gaat allerlei manieren zoeken om onder te komen. Ah, wat maakt het uit? Ik hou van God in mijn hart. Ik die... Luilak is luilak. Nogmaals, een luilak is een luilak niet alleen dit, maar in alles. Bij een luilak wil ik niet thuis eten, want hij is te lui om zijn handen te wassen. Hier weer zegt Allah, wacht even, er zijn twee manieren om mij te aanbidden en ik wil ze alle twee. Dat is als je vanuit je vrije wil zegt dat je alle wil accepteren. wa ma umiru ik, ik alles zegt ik verwacht niets anders van jullie illa li'budullah. Doe de ibadah. het aanbidden van Allah, lahud din. mochtliseen is je bent monogaam aan het geloof in Allah. Niet de Trinity. Ik gok op God de Vader, maar als die de mens is en hij weet niet meer wie ik ben, gok ik op de Heilige Geest. Maar als die niet komt, gok ik op Jezus. Nee. Of, of wat Joden hebben. Ja? De, de, ik laat de toren en ik ga naar de Rabbijnen. Want misschien, misschien moet je. Dit is het. It's crazy. is crazy. crazy. It's crazy. Dit is het. Rabbinic tradition. Rabbijnen snappen meer van de wereld dan God. Dus ik gok op de Rabbijnen. Rabbinic tradition. Dus ik volg niet Mozes, waarvan zij zelf zeggen: films zijn er gemaakt. Mozes splitste zee. Mozes zag God. Moses mee. Nee, ik gok niet op Mozes. Mozes is old nieuws. Ik gok op de rabbijnen. Rabbijnen snappen God beter dan Mozes. Dus ik verlaat de Torah en ik ga naar wat ze noemen de rabbijnstraditie. De rabbinic tradition. Dat is wat, wat 99% 90 van de Joden doen. Nee, alle zegt nee. Die film gaat niet bij mij. Die, dit soort grapjes is niet bij mij. Dus alle zegt. Oma, Allah maakt hier exclusief wie wij moeten aanbidden. Hem alleen. Moghli lahud din, monogam in ons geloof naar Hem. We accepteren geen andere God, geen Trinity, geen Paul, geen Bukhari, geen Sughari. Honefe, wat is honefe? Je twijfelt niet, want Allah verwijst naar Abraham als Hanifa. Want waarom, en dat is een shock voor heel veel moslims. Ons profeet had twijfels over de Koran. En dat is nog de grap. Westerlingen die zeggen dat Mohammed een fraudeurische Koran heeft bedacht. Dat is, dat is waarom? Ze zijn achterlijk. Ze achterlijk. Wat moet je zeggen over een achterlijk? Ze zijn achterlijk. Ze hebben Koran nooit gelezen. Ja? Wat Allah vertelt ons in de Koran, de profeet twijfelde aan de authenticiteit van de Koran. En Allah zegt, pas op, je bent niet gek, je bent niet aan het hallucineren. Je hoofd erbij houden. Want de profeet dacht dat hij gek werd, dat hij hallucineerde. En, alles. en wie, zei, wie zei dat? Is zijn eigen fraude. Ah, Mijn oma zei altijd: de gek weet niet dat hij gek is. Want als hij zou weten dat hij gek is, is hij niet gek. Dus dat de profeet bij zichzelf de check doet, ben ik gek, hallucineer ik. Wat is dit wat ik meemaak? Betekent juist dat het een persoon is die geloofwaardig is en die de check bij zichzelf doet. Wacht even, wat gebeurt er? Dit is vreemd. Dus hij doet de check bij zichzelf. En Allah zegt tegen hem: twijfel niet. Abraham heeft niet getwijfeld aan Allah. De verbinding was er blijkbaar veel eerder. En dus krijgt Abraham meer lof dan welke, welke andere profeet dan ook. Inclusief ons profeet Mohammed. En Allah zegt: en je hebt hem goed gedrag. Maar niet het beste. Maar, maar Allah zegt niet: hij is het beste. Want dat zeggen sommige moslims. Ja, onze profeet is de beste mens op aarde. Nee, onze profeet is niet de beste mens op aarde. Ja? Maar hij is een van de beste. Maar als Allah verwijst naar een profeet, doe wat die heeft gedaan, ja? in het algemeen, niet in de tijd van de Mohammed, maar in het algemeen over de hele linie, verwijst Allah naar Abraham. En, en Allah zegt: wees zoals Abraham was. Moghli lahud din Abraham accepteerde nooit, compenseerde nooit. Hij ging tegen een heel stam, brak al hun poppen. Tot op het punt dat ze hem in vuur, in vuur hebben gegooid en Allah heeft hem gered. Dus waarom? Omdat hij zei: Achterlijkheid accepteer ik niet. En ik twijfel niet. Ik heb mijn onderzoek, Abraham heeft zijn onderzoek gedaan. Allah zegt tegen ons: Hij dacht dat hij de zon kon aanbieden. Hij dacht dat hij de maan kon aanbieden. Dus, dus Abraham heeft zijn religieuze onderzoek gedaan. Toen kwam hij uit bij Allah. En hij had geen twijfels meer. Afslacht, enfin, dus zo moeten we zijn. Maar het punt wat ik hier wil maken. Lia Budullah, Ja, aanbid Allah door alleen in hem te geloven, monogaam aan jouw geloof in hem. Dat is de al-ibada, dat is het aanbidden van Allah, enkel doordat je gelooft dat alleen Allah bestaat. en dan doe je het fysiek gebed. Want Allah zegt, je gaat me niet aanbidden als je niet van me houdt. Je gaat me niet aanbidden als je niet vanuit vrijheid mij al geaccepteerd hebt. Je gaat me niet aanbidden als je niet vanuit je vrije wil mij wil gehoorzamen. Want anders spreken wij van een master en een slave. En Allah zegt, ik wil niet jullie master zijn, een slavendrijver. Dat wil ik niet zijn, dat ben ik niet. Jullie zijn niet mijn slaven. Wat Paul tegen de christenen zegt, jullie zijn slaven van God. Allah zegt, jullie zijn niet mijn slaven. Hm? Dus, dus Allah zegt, eerst de ibadah. Ibadah, wat is ibadah? Het aanbieden van alle vrijwillig. Ja, want, want daarom zijn we aan het zondigen, zowel de jeans als de mens, omdat ten alle tijd behouden wij onze vrije wil, want anders waren we engelen, want Alles zegt engelen kunnen mij niet ongehoorzamen, onmogelijk. Wij zijn de vrije wil met die vrije, en Alles zegt wat jullie bereiken, zullen jullie bereiken met jullie vrije wil. Het zij de hemel, het zij de hel, jullie keus, jullie vrije wil. Jullie zijn geen puppets. Ik ben geen slavendrijver. Jullie zijn geen slaven. Ja, want als wij slaven waren van Allah, dan waren we allemaal geëindigd in de hemel. Je zou bijna kunnen zeggen: waren we maar slaven van Allah? Maar dat is niet de relatie die Allah met ons wil. Allah wil geen slavendrijver zijn. Vrije wil. En met die vrije wil moet jullie de finishlijn bereiken. Het zij hel, het zij hemel. Het is in ieder geval wat ze, wat ze in Nederland zeggen. Hoe zeggen ze dat? Ik heb in ieder geval als ik spijt heb, dan zijn het in ieder geval daden die ik zelf heb gedaan. Of dat soort keuzes. Ik heb een keer een Nederlands collega dat horen zeggen. Dat vond ik heel mooi. Als ik spijt heb op mijn sterfbed, dan liever spijt van daden waar ik zelf de keus voor heb gemaakt. En niet die mij opgedrongen zijn. Ik heb ze geaccepteerd. Ja, waarheid als een koe. Dus. Dus als je tegen mij zegt... Fysiek gebed bestaat niet. Het is allemaal spiritueel. Ach, als je maar God hebt in je hart... Zeg ik tegen jou, dat is larikoek. Dat is niet islam, dat is niet Koran. Want Allah somt ze beide op. Weliswaar zet hij op nummer 1... Dat je een goed mens bent. Dat telt bij Allah meer dan dat je hem aanbidt... In het gebed met je hoofd tegen Maar Allah zegt, maar het is en-en. Want... Dat andere doe je voor de wereld, voor je medemens, voor jezelf. Maar waar ben ik dan als je van me houdt? Wanneer denk je dan aan mij als je van me houdt? En dat is de Salah, want Allah zei al tegen Mozes: Je denkt aan mij door het fysiek gebed. En daarom gaan wij met ons hoofd tegen de grond, want zo denken we aan Allah, want dan beseffen wij dat we niet arrogant zijn met ons neus in de lucht. Zoals mensen dat doen, metafoor: je loopt met je neus in de lucht, ja? hoofd op hoog en en en. Ja? Nee, op dat moment laat je aan jezelf zien, aan je ziel en aan Allah: Ik ben laag en u bent hoog. Mijn hoofd is tegen de grond en u bent in de hemel. Dat is een metafoor. Laat je liefde zien voor Allah als metafoor en erken hem als de koning. En ook hier weer. Als je Beatrix of Alexander gaat bezoeken, moet je je hoofd buigen. Uw majesteit, hoofd buigen. Ja? Hetzelfde geldt voor alle koningen van de hele wereld. Maar komt het op God toe, dan komt die film weer. Wie denkt hij dat hij is? Ik moet voor hem buigen. Ik moet dit. Ik heb geen God nodig. Ik ben mijn eigen mens. Dan komt die plaat weer. Die LP gaan ze erop gooien weer. Ja? Dus je doet het hier wel. Ja? En dan glimlach je, want je krijgt misschien een lintje, misschien haal je er nog wat uit, maar voor God die niets van je wil, ja? nee, ik ben dit, nee, wat denkt u wel? Nee, nee. Dit zijn de verdwaalde mensen, zo herkende verdwaalde iemand, die weet letterlijk niet wat hij zegt, weet letterlijk niet. Is de, de meest triest persoon op aarde, tussen ons allen. Afen, twee dingen. Dus vertel mij niet als nieuwe Age moslim, fysiek gebed bestaat niet. Dat is laibeda, is, fysiek, is, is, is uh, spiritueel gebed, l'ibadah. Koran is volledig, Kom Koran niet vertellen hoe en wat. Koran is volledig. Ja, en dat is niet omdat iets wat ik graag zeg. Oh, hij zegt Koran is volledig, ja, dat is zo makkelijk. Het is een dooddoener. Nee, hier staat het, hier. wa wayuqimus salat. Ik heb het niet verzonnen. Ik zit hier niet lintjes uit te delen aan islam of aan Koran. Een slaaf in de, bete de, de old-fashioned betekenis van het woord: slaaf, Hé hey, slaaf, bek dicht, die hebben niks te zeggen. Ook dat hebben wij in de Koran. Maar Allah, moet je kijken hoe mooi, van dat soort slavernij, zoals we dat hier op aarde kennen, niet alleen maar bij de blanken, want dat is nu had item en Blanken. In Marokko had je slaven, Arabieren hadden slaven, moslims hadden slaven. Wij zijn in, in bepaalde opzichten als Berbers nog steeds slaven. Zonder dat ik daar te veel over uitweid. Als berbers zijn wij in een bepaalde opzicht nog steeds slaven. Alles ja Allah zegt: Ik geef jullie een metafoor. En in die metafoor gebruikt Allah. Oude wiluim stan, Rajim Allah La zegt: Ik geef jullie het metafoor. En Allah zegt hier niet dat we slaven moeten hebben. Let op. Want er zijn achterlijken die zeggen: oh, Daar heb je het weer. Zie je wel. Luister goed. Waarab Allah zegt: Ik geef jullie een metafoor. Een voorbeeld. Een metafoor is niet wat je moet doen, is een voorbeeld. Ja? Zoals Allah zegt: Het huis van de spin is het zwakste huis. Niet omdat we in een spinnendag gaan wonen. Wees geen achterlijk. Neem niet alles letterlijk. Het is een metafoor. Allah zegt: De spin. Want de spin die eet, er zijn spinnen die hun eigen man opeten. Er zijn spinnen die hun eigen kinderen opeten. Een ja? spin. En een spin bedriegt, want een vlieg denkt dat er niks is. En bamboom, de vlieg plakt en de kan geen kant op. Dus alle zegt het huis wat, wat een fundering heeft op bedrog en geweld, ja, is geen stevige huis. Een huis wat zichzelf wat wat wat, uh, uh, hoe heet die president in Amerika? Abraham Lincoln die zei: een huis wat zichzelf uit elkaar schuurt zal niet blijven staan, ja. Yeah? En alles zegt in de Koran, voordat Abraham Lincoln dat zei, hebben wij het in de Koran. Het huis wat de structuur heeft van een spinnendag is geen sterke huis. Dat betekent niet dat je als mens in een ster, in, in een, uh, aan een spinnendag moet gaan hangen. Dus alles zegt metafoor, hij die eigendom is van een ander. Dan ben je een slaaf in de zin slavernij zoals we dat kennen. Een ander, maar alles zegt niet, ik geef jullie metafoor, een, een mens die mijn eigendom is. Moet je kijken, Allah goes out of his way. Om dat te voorkomen, om zelfs in zijn metafoor, niet een metafoor te gebruiken waarin hij de meester is van de slaaf. Daarom Allah met een abdan m'loukan. Een slaaf die eigendom is van iemand. Ik weet niet meer waar ik gebleven was. Uh, het is uh, een, een dag later. Maar volgens mij was ik aan het vertellen uh, aan het benadrukken dat wij in de Islam, in de Koran zijn wij geen slaven van Allah en zo verwijst Allah ook niet naar ons... in tegenstelling tot uh, andere geloven. De enige dag waarop Allah ons naar ons verwijst... Als, uh, wat we zouden kunnen vertalen als slaven, is op de dag des oordeel. En dat heeft te maken met de context en het plaatje. Omdat Allah op die dag zegt... dit is niet een dag waarop jullie met me gaan praten... Die, die kans hebben jullie gehad toen jullie leefden. Hebben jullie contact met me kunnen maken. Vandaag ga ik praten. Vandaag gaan jullie luisteren. En ik ga praten. Want op die dag uh, uh, zegt Allah, is er niemand, praat er niemand behalve hij of zij waar ik toestemming voor geef. Dus je bent, je bent echt in de rechtbank. En in de rechtbank mag je, ook dat is hetzelfde, in de recht, rechtbank mag je niet praten. Er zijn een hoop Rechtszaken waarbij de rechter ervoor kiest om niet met de aanklager te praten, maar alleen via de advocaat. En als je praat, dan zegt hij tegen de advocaat, zegt tegen je cliënt dat hij zichzelf inhoudt. Of dat hij stil moet zijn. Of, of, of. Dus, weet je, het is potato potato, hetzelfde. Enfin. Dus, dit moet je heel letterlijk nemen. Alle verwijst nooit naar ons als slaven van hem. Wel, ons niet, ook, ook niet als slaven noemen of benoemen. Alleen op de dag des oordeel gebruikt Allah een term lil en het lijkt op elkaar vandaar dat heel veel moslims denken van hé, het heeft iets moois en bescheiden als je naar jezelf verwijst als slaaf van Allah. Maar daar ben je eigenlijk fout bezig. Alleen maar omdat het lijkt op li'bid, 'ibad 'abid, het lijkt op elkaar. Maar alleen maar omdat iets soms op elkaar lijkt qua uitspraak, wel niet zeggen dat dat hetzelfde is. Dus dit moet je heel letterlijk nemen. Nogmaals, alleen op de dag des oordeel lezen wij. En alleen op die dag verwijst Allah naar ons met een term. wat we kunnen vertalen als een slaaf. Maar niet een slaaf uh, uh, zoals je dat hier op aarde kent. Maar meer in de context van op die dag heb jij niets te willen en niets te zeggen. tenzij ik toestemming geef. Maar dan. Dus daarvoor zijn wij, Ibad, en ik ga zo meteen uitleggen wat Ibad is, voor de mensen die dat nog steeds niet snappen. Daarvoor zijn wij Ibad, iedereen, of je nou christen bent, atheïst, of, of, of je Satan aanbiedt, of. Alle verwijst naar ons allemaal als Ibad. Wat is Ibad? Creatie van Allah, zijn mensen. Niet wat de Joden zeggen, we zijn de children of God. Die term kent de Koran niet. Wij zijn allemaal mensen van God. Ja. En daartussen heb je nog de mu'mini'en, zij die geloven, zij die niet geloven. Dan heb je de christenen, de joden, dit, dit, dat. Maar de basis is, we zijn allemaal ibad van God. We zijn allemaal mensen, creatie van Allah. En zo verwijst hij naar ons. Dus ibad is eigenlijk een generiek term. Maar omdat hij lijkt op ayibed, vind je soms gelovige mensen, nogmaals, die dat een beetje mooi vinden om zo naar zichzelf te verwijzen een soort dienaar van God of slaaf van God, nou meer slaaf van God. En ik vind hem eigenlijk heel negatief, omdat Allah niet wil dat dat de relatie is die wij met hem hebben, de meester en zijn slaaf. Direct nadat de dag de oordeel geweest is, verwijst Allah weer naar ons als hij bed. dus weer als mensen. Dus wij zijn op aarde altijd als mens en we zijn in de hemel als mens. Zelfs in de hemel zijn we niet slaven van Allah. Zelfs in de hemel. Zegt, verwijst Allah naar ons niet als slaven. Dit is niet alleen maar mooi om het zo met elkaar te delen, maar dat heeft natuurlijk een impact en het heeft natuurlijk een betekenis, want het is een relatie. Wij hebben met Allah niet een relatie van een slaaf aan een meester. Ja? Dus daar hoort ook een heel manier bij van hoe kijk je dan naar Allah. Uh, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dus leef niet in angst. Je bent niet de slaaf van Allah. Hij kan je niet zomaar met een hamer slaan uit het niets zonder dat je weet hoe en wat. Dat is waarom elk Zohra begint met de barmhartigde genadevolle. Ja? Een meester kan dat doen met zijn slaaf. Hij kan hem achter een, een, een wagen vastbinden en laten trekken. Zomaar als het hem uitkomt omdat hij verkeerd naar hem keek. Dit is niet wat je bij Allah moet hebben. Dus in dat opzicht moet je niet Allah dienen omdat je bang voor hem bent... Dat hij jou als een soort Zeus met een, een thunderbolt gaat slaan. Dus dan hoort een heel andere mentaliteit. Het is een heel andere soort relatie. Islam leert dat wij een andere relatie hebben met ons God. Met Allah, de God. Dan wat je vindt in andere geloven. Onthoud dat. Laat je niet bang maken met Allah. En laat je niet bang maken met Koran. Dit is, dit, dit is wie jouw God is als moslim. Het is heel belangrijk om te beseffen. En nogmaals. Wat voor impact dat heeft, als je bedenkt dat dat de relatie is waar Allah voor kiest om met ons te hebben. Waar is het bewijs dat Allah zelfs, uh, ons zelfs niet in de hemel slaven noemt? In de Koran, nou we dat de sit and jim Allah Daar Er zal in de hemel een, 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 een lake zijn of, of een, een waterbron waar. Jullie die de hemel in gaan uit zullen drinken. Dus en daar, en, en zo, en, en in dat plaatje verwijst Allah naar ons als ribet. Dus als Allah naar ons verwijst als ribet, abd... betekent niet dat hij alleen maar naar de moslims verwijst. En dat heeft ook niks met gehoorzaamheid te maken, want wij hebben in de Koran, ik ken de vers even niet uit mijn hoofd, maar wij hebben in de Koran een vers waarin Allah ons vertelt, en ieder in de hemel en op aarde gehoorzaamt mij. Of Hij wil of niet. Daarmee geeft alle aan wat, ze ook, wat jullie als mens van bevinden, me of wat jullie denken, of wat jullie ook bepaald hebben, of je nou in God gelooft of niet, dat doet bij mij niets, verandert bij mij niets, want ik weet dat ik de enige God ben. En in dat opzicht zullen jullie mij gaan gehoorzamen moment, als het moment komt, dan komen jullie in volle gehoorzaamheid. Of je wil of niet. Zo zal het gaan. Dus, Ayyubed heeft niet met gehoorzaamheid te maken. Die gehoorzaamheid komt als je in alle gaat geloven. En dan pas is het relevant van gehoorzaam je hem. Want je kan niet zeggen dat je in hem gelooft, maar je wil hem niet gehoorzamen. Maar daarvoor is iedereen Ayyubed. Ik hoop dat jullie dit snappen. Denk ook aan hoofdstuk 15, vers 40. Toen Satan tegen alle zegt, geef me alsjeblieft de tijd tot het einde der tijd. En dan zal ik aan u bewijzen dat mensen ondankbaar zullen zijn. Want hoewel u hun God bent en hoewel u goed voor, voor ze zorgt en ze zegent en, 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 en helpt. En, zullen zij niet dankbaar zijn en zij gaan u verlogenen. Dat is wat Satan tegen God zei. En voor dat woord heeft hij gebruikt in hoofdstuk 15 vers 40. Je zal zien dat iedereen u verlogent ibaduk minhum al Alleen zij die trouw aan u blijven, aan het geloof in u. Dus als de duivel dit gebruikt, ibad ik el zien, Dat betekent dat er ook ibad zijn die niet zien zijn, die niet trouw zijn aan het geloof in Allah. Snap je dus, met andere woorden, iedereen is ibad. En dus betekent ibad een generiek woord voor creatie van Allah. En niet wat de Joden ervan gemaakt hebben, de kinderen van God. Want als die Joden de kinderen van God zijn en ze zien eruit als ons, ze hebben ons DNA, het is mensen als jij en ik, wie zijn wij dan? Wat zijn, zijn wij de kippen van God? Als zij de kinderen zijn van God, ben jij een kip van God? Houdt God Hajjelila een boerderij met kippen, schapen, konijnen? Snap je? Dus is onzin. is crazy. Het hele concept van de kinderen van God, letterlijk, is, 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 vliegen gaat niet op. Nog een bewijs hiervoor vinden wij in hoofdstuk 32, nee sorry, 37, vanaf vers 120. Allah praat hier over Mozes en Aaron. En hij zegt, a.w.s.b.n.a. Salamun ala Musa wa Harun, inna kathalika najil muhsinin, inna huma min, laatste goed, al almu'minin. Gezegend is Mozes en Aaron, inna kathalika najil muhsinin. Ja, wij zegenen, Allah zegent Mozes en Aaron... want hij zegt, zo beloon ik de goede mensen. Ayyubad al-muhassinin. Inna huma min al-mu'minin. Zij zijn mijn ayyubadi, maar die wel in me geloven. Dus als Allah zegt ayyubadin al-mu'minin... betekent dat we ook ayyubad hebben die niet mu'minin zijn. Dus dat betekent dat ayyubad, dezelfde term... waarna verwezen wordt naar de mens... dus dat betekent dat er ayyubad zijn die... Uh, uh, in alle geloven, en Ayyubid, die niet in alle geloven. Dus het woord Ayyubid kan nooit zijn, uh, verwijzen alleen naar moslims. Of niet eens naar, alleen naar de christenen of naar de, de joden. Ayyubid is een ieder die op aarde leeft, ieder die gecreëerd is. En ik heb jullie in het begin van de video wat verteld over Sirat al-Mustaqim, het rechte pad. Ook dat vinden wij in het verhaal, ook weer uh, overal, maar ook toevallig hier in het verhaal van uh, Mozes en Aaron. Omdat Allah verder uh, uh, daarvoor zegt, in die vers daarvoor, in hoofdstuk uh, vers 117, vers 37. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa aateinahum al-kitab al-mustaqim. Wij hebben aan hun twee, dus dat is Mozes en Aaron, we hebben aan hun twee al-kitab de Torah geven die voor zichzelf spreekt. Dit is belangrijk, het is een belangrijke term, daar gaat de video niet over, maar het is een belangrijke term. Dat betekent dat Allah zegt en leert, zowel aan de Joden, aan de christenen en aan de moslims: Jullie zijn niet afhankelijk van jullie rabbijnen, jullie priesters, jullie imam, om mijn woorden te snappen. Als jullie maar nadenken, als jullie zelf gaan lezen en nadenken, daarom zegt alleen de Koran. Denk na, denk na, denk na, denk na. Honderd keer in de Koran. En hij zegt niet, ga naar jouw imam, ga naar jouw geleerde. zegt, lees de Koran en denk na. Enfin. Dus, nadat we lezen dat Allah zegt, ik heb aan Aaron en aan Mozes de Torah gegeven, en we hebben ze richting het, recht, het rechte pad gestuurd. Dus het rechte pad is niet een brug. Wat je hoort in hadith, achterlijk verhalen waar je overheen moet lopen. Het rechte pad is een metafoor, want wat is het rechte pad? Als jij de Torah volgt, niet de corrupte Torah, maar de echte Torah, en je doet wat God van je wil, dan ben je op het rechte pad. Dus dat is een metafoor voor het heilige boek van Allah, de Torah, de Gospel van Jezus en de Koran, en natuurlijk voor de Zobor van David. Maar die hebben wij niet meer. Maar goed, jullie snappen de bedoeling. Nog een bevestiging hiervan vinden wij in hoofdstuk 6, vers 125. Allah zegt. Allah Als Allah iemand kiest om hem op het rechte pad te zetten, dus dat hij Allah vindt, dan maakt hij zijn borst ruim. Dat is een metafoor, dat betekent dat er ruimte zal zijn in je hart voor Allah. Lil-Islam, uh, voor de islam. Overgeven aan Allah. En als Allah iemand niet de moeite waard vindt dat hij. Dat die persoon Allah vindt. Jurid en Jurid. Maakt zijn borst benauwd. Met andere woorden, daar is geen ruimte in zijn hart voor Allah. Harajan. Zo Zo'n persoon die niet in Allah gelooft. leeft alsof hij niet genoeg zuurstof krijgt, zegt Allah. Dat is de metafoor. Alsof hij naar de hemel reist. En wij weten nu, dit, dit is ook een, uh, wetenschap vanuit de Koran, maar dit is een side effect, wij weten nu dat hoe hoger je gaat, hoe minder zuurstof je hebt. Dat had de Profeet niet kunnen weten, want hij heeft niet een raket gehad om de aarde te verlaten. Dus en dit vertelt Allah ons. Wie niet in Allah gelooft, is alsof hij uh, de aarde uh, oppervlakte verlaat en hij gaat steeds meer stijgen in de hemel, waardoor hij moeilijk kan ademen. Met andere woorden. Je hebt geen rust in jezelf. Je hebt geen rust in je hart. En, en zo zegt Allah. En zo is de toestand van zij die niet in Allah willen geloven. En dit is het rechte pad van jouw God. Wij hebben de Koran, wij hebben de boodschap uitgelegd aan zij. Die willen snappen, die willen herinneren. Die willen aannemen. Dus ook hier weer verwijst Allah naar Sirat al-Mustaqim als een metafoor van zijn heilig boek. Waar vinden we dat nog meer in hoofdstuk 6 vers 153? Allah zegt weer. Wa en sirati mustaqimen. Dit is mijn pad wat recht loopt. Fettabiooh. En volg het. Er is op de wereld niet een weg die letterlijk naar Allah leidt. Dus zoek niet naar een echte weg. Het is figuurlijk. Zoek niet naar een brug. Verhalen van hadith. Je gaat op een brug lopen en je valt eraf. En het, is, het is allemaal onzin. Bas is een Adrian circus zoals zij dat als geen ander kunnen. Ja, als Allah zegt, dit is mijn rechte pad. Dan verwijst hij naar zijn heilige boek die jij praktiseert. Want daar is geen, daar is geen, geen weg. Dus we zijn niet in de Wizard of Oz. Dat je de gele lijn moet volgen en zo kom je bij Allah. Dat is, dus het is metafoor. Dus, en het enige wat Allah ons heeft gegeven is zijn Heilig Boek. Dus dat is het rechte pad. Als je dat praktiseert, loop je nog steeds op het rechte pad. Dit is mijn rechte pad. Volg het, zegt Allah. Want, wat lezen wij verder in die vers? Volg niet elk pad die je tegenkomt zodat jullie uit elkaar gaan vallen. Maar dat is precies wat we gedaan hebben. Wij hebben de vier grote islamitische scholen. En elke school vertelt de moslims dat ze wat anders moeten doen. Ja? Dus ik herhaal weer. Lach niet de Joden uit, lach niet de Christenen uit. Want wij hebben dezelfde achtelijke daad gedaan. We zijn uit elkaar gevallen en er zijn verschillende islam ontstaan. Ja. En wie niet met me eens is, moet met me eens zijn als ik het heb over de vier grote scholen. De vier grote imams. Dat zeggen moslims tegen elkaar. Bij welke school hoor je? Ach, wat bedoel je, bij welke school hoor ik? Ja, ik Koran, ja en nee, maar bij welke school? Welke imam volg je? Ja? Dus, net als, net als de christenen, die lezen in hun Bijbel dat Jezus zegt, er is maar één vader, die is in de hemel. Jullie hebben maar één God. Ik ben jullie God. En ze luisteren niet, het is precies, wij lezen de Koran en we doen niet, we doen niet. Wij lezen, maar we doen niet wat er staat. Dus voel niet dat je beter bent dan een joden van Christen, want we zijn allemaal verdwaalde kippen zonder koppen. Wij lezen, maar we doen niet wat we lezen. Dat is heel vreemd. Moet je je voorstellen dat je een apparaat krijgt die je nooit gezien hebt, nooit gebruikt hebt, daar zit een gebruiksaanwijzing bij. Je leest de gebruiksaanwijzing en je doet precies het tegenovergestelde totdat hij je gezicht knalt. Dit is wat we doen. We lezen de Koran, maar we doen niet wat in de Koran staat, want Boghari heeft een andere islam. En in een bepaalde opzicht zou je kunnen zeggen, Boghari is niet anders als wat Paul heeft gedaan bij de christenen. Boghari is niet anders als wat Paul heeft gedaan bij de christenen als wat de rabbijnen hebben gedaan bij de Joden. Alle aandacht weg bij het boek van God. Zijn dit mijn woorden? Nee hoor, zijn de woorden van de Koran. Hoofdstuk 6, vers 155. En Allah zegt, zoals hij verwijst naar het rechte pad. Wat zegt hij? Luister heel goed. Ook al snap je geen Arabisch. وَأَنْ هَذَا سِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنْ هَذَا sirati mustaqiman Probeer de klank vast te houden, want dan ga je zo meteen overeenkomsten horen. وَأَن هَذَا, dit is mijn rechte pad, volg het. En wat zegt hij over de Koran? Wat zegt hij over het rechte pad? Volg het rechte pad. Ja, dus de klank: Dat, dat is Arabisch voor volg het. En wat zegt hij over de Koran? Dit is het boek wat ik gegeven heb, Mubarak, volg het. Dus volg niet de Profeet, volg niet Boghari volg de Koran. En mensen die schokkeren, die zeggen: ja, maar de Profeet, maar alle zegt: gehoorzaam de gehoorzaamde Profeet. Waarin gehoorzamen we de Profeet? Was de Profeet, er de precepten aan het delen met je? Wat was hij aan het delen met je? Dat is de vraag die je moet stellen. Ja, maar de Koran zegt dat ik de profeet moet gehoorzamen, moet volgen. Waarin? Was hij met jou een kookworkshop aan het delen? Was hij met jou recepten voor harira, couscous? Wat was hij aan het delen? Dat is de vraag die je moet stellen. De, de profeet was Koran aan het delen. Dat lezen wij in de Koran. Kul zeg tegen de mens. Zeg. En als ze bij je komen, ze vragen je, zeg. Dus de profeet die zei niets. Die sprak alleen met Koran. Want Allah zegt leent te koal al Profeet vertelt niet zomaar wat in, in hem opkomt. Want David had dat gedaan, lezen wij in de Koran en Allah heeft hem gecorrigeerd. Pas op, David, vertel niet waarvan jij denkt dat het goed is. Hoe goed bedoelt ook, jij mag niet eerst die gaan doen. Jij mag niet kijken of je nog zelf aan de slag gaat met de kennis die je hebt. Ja? Nee, geef gewoon door. Hetzelfde vinden wij bij de profeet. Dus ik volg niet de profeet. Ik volg de boodschap die de profeet deelt. En die boodschap was Koran. Ja? En voor de mensen, want ik ken dit soort moslims. Ik heb ze om me heen. Ik heb ze, dus ik, ik weet het. Er zullen zijn die hiernaar luisteren. Uh, daar heb je er weer een verdwaalde gekke. En don't care wat je van me vindt. Het gaat om de Koran. Wat vind ik van mezelf? En welk islam volg ik? Hoofdstuk 6, vers 155. Volg dit boek. Het is heel duidelijke taal. Terug naar het woord habd. Ja, dus niet slaaf. Allah verwijst niet naar ons als slaven. Wij zijn niet slaven van Allah. Vinden we ook in het verhaal van Jezus. Allah verwijst ook naar Jezus als habd. Maar Jezus was niet een slaaf van Allah. Dat, dat, zo hebben we dat nooit gezien in de Koran. Niemand is een slaaf van Allah. Hoofdstuk 43, vers 59. En, hij, en alle praat over Jezus en hij zegt, In huwa illa abdun, het was maar een abd. Niet wat christenen zeggen. Holy mother of God, the, 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 the God, en, en Jezus is nu God. Lord Jesus. Dus, dus, dus Jezus heeft zijn vader nu van de troon afgestoot. Dus Jezus is nu Lord. Ja, hij heeft, wat zegt de Bijbel? Jezus heeft nu van God de sleutels van de hemel gekregen. Met andere woorden, Jezus is nu the big boss. God de Vader, die is. Ik weet niet of er zijn in de hemel, maar dat gevoel krijg ik altijd. God de Vader is gepensioneerd. Die is naar een bejaardenhuis als er een bejaardenhuis is voor God in de hemel, Want Jezus heeft de boel overgenomen. Dus, maar alles zegt in de Koran: Jezus was maar een abd. Jezus was maar een mens. Ja? In huwa illa abdun. Het was maar een mens. En amna alayhi. Wij hebben hem een favor gegeven. Met andere woorden, Allah heeft van Jezus een big deal gemaakt. Maar als Allah hem niet gekozen had, dan was Jezus tot aan zijn dood maar een mens als jij en ik. Niemand zal van je weten, niemand zal over je horen. Ja? Dus wat maakt dat Jezus bijzonder is? Omdat hij zoon van God is? Nee, natuurlijk niet. Omdat hij een profeet is zoals andere profeten. Want daarom weten we dat een Abraham heeft bestaan, een Noah. En hun legacy maakt dat ze bijzonder zijn als profeten. En Allah eert ze in de Koran en Hij geeft ze de credit En dus ook Jezus. En in dat opzicht, dat is, dat is echt, als je de Koran naast de Bijbel zet, dan kan je geen christen zijn. Echt niet. Tenzij je je hersenen eruit sloopt. Wat zegt Allah hier in deze vers 43, vers 59? Het was maar een mens. Wij hebben hem bijzonder gemaakt. Hoe hebben we hem bijzonder gemaakt? Wij hebben van Jezus een demo gemaakt. Zodat. Hey Joden, willen jullie weten hoe jullie God moeten aanbidden? Kijk naar Jezus. Allah zegt, hij was bedoeld als een soort gebruiksaanwijzing voor de Joden. Dus als Jezus in de Bijbel zegt: I am the way. Ik ben de weg. Dan zeggen de christenen: Zie je wel, hij is God. Nee, een weg is niet de destination. Ja? Een weg is. Wat gebeurt tussen A en B? Ja? Als je vanuit je werk komt naar je huis, je neemt de trein, de trein is de weg, maar jij zegt tegen je collega's, ik ben klaar met werk, ik ga naar huis. Maar de trein is niet jouw huis, de trein is de weg. Ja? Dus als Jezus zegt, I am the way, ik ben de weg, dan is het niet het synoniem voor ik ben God. In welke achterlijk state of mind moet je zijn? Om welk taal, in welke wereld woon je? Hoe kan je Christen zijn? Dat snap ik niet. Hij zegt I'm the way. Oh, hij is God. Is crazy, is crazy. The way. Hij is de weg. Hij is niet de destination. Hij is niet de final destination. Want hij zegt de final destination is mijn Vader en die is in de hemel. Jezus neemt jou naar God. Want dat is wat de weg is. Ja? Welke weg moet ik volgen? Hey, ik wil daar en daar komen. Kun je mij de weg wijzen? Jezus zegt, ik ben de weg. Met andere woorden, hou aan me vast en ik ga je navigeren. Want als Jezus God was, dan zou hij niet naar zichzelf verwijzen, I am the way. Dan zegt hij, I am the destination. I am your God. I am the final destination. Ja? Het moment dat hij zegt, I am the way, betekent dat hij de terrein is waarop jij moet stappen om van A naar B te komen. En Allah vertelt ons dat. Wij, vind, wij zien diezelfde vers in de Bijbel, zien wij in de Koran. In een andere sfeer. Want Allah zegt hier in het Arabisch, hij was een voorbeeld voor Joden. Met andere woorden, hij hey Jood, kijk naar Jezus en doe hem na. Denk aan... Dus je zou kunnen zeggen dat Sirat al-Mustaqim, het rechte pad, is het volgen, of in ieder geval het geloof in Allah en het volgen... Uh, uh, Probeer het zoveel mogelijk te praktiseren van wat er in zijn Heilige boek staat. Kijk maar naar wat uh, Satan tegen Allah zei toen hij zo boos verbannen werd uit de hemel. Oude Ja, hij geeft de schuld aan Allah. Allah, u heeft me verleid om een fout te maken. Dit, dit, dit is alles, dat begint het al. Dus Allah, had u mij niet getest. Terwijl Allah heeft hem niet getest, dat, was helemaal, dat vinden wij niet in de Koran. Hij zei alleen, heb respect voor Adam. En hij zei, dat wil ik niet. Want Adam is van aarde en ik ben van vuur. Dus hoe, maar nu zegt hij tegen Allah, Allah, had u mij niet gevraagd om respect wel of niet te hebben voor Adam, had ik nooit gefaald. Dus Allah, het is uw schuld dat ik nu geworden ben waar ik geworden ben. Nee, jij was al arrogant, jij vond jezelf al beter dan Adam. En het kwam alleen maar tot uiting, tot Allah je vroeg om respect te hebben voor de ander. En daarom zegt alleen de Koran, ik hou niet van arrogante mensen. staat letterlijk in de Koran. Ik hou niet van arrogante mensen. Ik hou niet van mensen die wat geserveerd zijn. Ik hou niet van mensen die constant lopen te lachen. Ja? En, zich, en beter zijn. En, en daarom, daarom heeft hij een probleem met de Joden. Want die zeggen, wij zijn, wij, alleen wij... Zijn de kinderen van God, de rest is troep, Gentile en al die woorden die ze gebruiken om naar, om naar ons te verwijzen. Allemaal, inclusief moslims. Denk niet dat je kosher en halal hebt en dat ze jou zien als broeders. Joden zien jou niet als een broeder. Ook niet de moslims. Ook niet dat we in één alle geloven. We don't care about that. Jood, daar is jood en daar is troep. Dat is de leer van het Jodendom. Daar is jood, daar is troep. Daar is niet, oh maar, hij oh, maar wij zijn besneden, oh maar wij doen halal. Not them, you. Jij ziet dat misschien zo, maar zij zien dat niet zo. Zij erkennen ook geen halal. Zoals wij kosher erkennen. Zoals wij bij een christen mogen eten. Zegt Allah, een christen wat praktiseert. Zijn eten is voor jullie halal. Dat is vanuit islam, maar andersom niet. Afen. Dus, wat zegt Satan hier? Ik zal hun uh, Sirat al-mustaqim blokkeren. Jij ziet nooit een Satan. Jij ziet nooit een weg waar Satan op verschijnt. Dus het is een metafoor. Dus waar gaat Satan jou in blokkeren? In het aanvaarden van Allah als God. In het, in het geloven van Allah. In zijn gehoorzaamheid. In wat Allah jou leert in de Koran. Nog één ding wat ik uh, wil benadrukken vanuit de Koran. Ik heb jullie verteld dat uh, de Allah in de Koran zichzelf altijd bekend maakt. Vaak door een tweede titel. Dus vaak laat hij het niet bij Allah. Want Allah is generiek voor God. Ja, het, er zijn heel veel mensen die zeggen: Oh, die Allah. Dat zijn achterlijke mensen, die snappen het niet. Die weten niet waar ze het over hebben. Dit is wat achterlijke mensen doen. Ze horen de klokken luiden en ze gaan gillen. Oh, jullie hebben Allah, die Allah. Ja, terwijl Allah is niets anders dan het woord voor God. Dus, maar, maar Allah zegt: Ik ben meer dan een generiek term voor God. Ja, ik heb mijn namen, ik, ik, ben, ik ben een entity, weet je. Dat is meer aan mij dan een generiek verwijzing. Vandaar dat we beginnen de Koran met bismillah, rahman, rahim. Ja, Allah is de verwijzing naar God, maar ik ben meer dan, dan zo'n basisverwijzing. Ik hoop dat jullie dit snappen. Ja? Allah zegt, ik, Allah, dat ben ik, want daar is maar één God... Maar ik heb mijn eigenschappen die wat over mij vertellen, voor jullie die mij willen leren kennen. Dus dan krijg je Allah, de dat en dat. Allah, de dat en dat. Allah, de barmhartig, Allah, de genadevol. Allah, de meester van de dag des oordeel. Allah, de koning. Vinden wij ook in de Koran, al de William Stanshim, Allah. Als je bidt, richt je je tot Allah, zegt Allah. Dat is prima. Als jullie dat willen gebruiken, Allah, prima. Of, uddhu En Allah zegt: Of, spreek me aan met de genadevol. Hij die genade heeft, compassie. En Allah zegt: Wie je ook kiest van die termen, wat je ook kiest vanuit die termen. Ja? Allah heeft zoveel mooie namen, mooie kwaliteiten. Dus met andere woorden, Doe net wat meer moeite als je tot Allah bidt, dan alleen de term Allah te gebruiken. Want Allah dekt de lading niet van wie Allah is. Want alles is Allah. Een Arabisch, uh, weet ik het, uh, he, uh, wat is het? heden, die een boom aanbidt. Voor hem is die boom Allah. Want dat is de Arabische term voor God. Snap je? Dus, dus Allah dekt de lading niet. Als moslim ben je er nog niet als je zegt: ik geloof in Allah. Het zou mooi zijn als wij moeite doen en daar altijd iets van de kwaliteit van Allah benoemen. Ja? Ik geloof in Allah, de ware God. Ik geloof in Allah, de koning. De meester van de dag, de oordeels. Ik geloof in Allah, de, in Allah, de beschermer. Ik geloof in Allah. Dus doe net wat meer moeite. En vertel net wat meer over Allah dan alleen de generieke term. Het vinden wij in de Koran. Je zou bijna denken dat Allah zegt, hey, voor de mensen die niet opletten, van zijn er twee goden. Nee, dit is het. Er zijn geen twee goden, want Allah zegt: er is geen God naast mij. Ik ben de enige. Daar zit De hele Koran staat er krom van. Dus, dus een kleine, kleine samenvatting en dan rond ik deze video af, inshallah. Wat kan je wegnemen uit deze video? Het salat, wat altijd vertaald wordt in het Nederlands als gebed, dekt de lading niet. Want de Koran leert ons dat er twee soorten salaat zijn. Twee soorten. Wat is salaat? We, we gaan niet het woord gebed gebruiken, want dat zet, zet mensen op het verkeerde pad. Het zet je al op een verkeerde been. Je krijgt al een verkeerde staart, een staart. Salaat is verbinden. Letterlijk vertaald is salaat. Wat jullie nu zien in de Nederlandse vertaling als gebed, dat is niet de betekenis die we in Koran vinden. Koran betekent salaat verbinden met Allah. En het verbinden met Allah gebeurt op twee manieren. Het gebeurt in salah, als algemene term. Dat is alles wat je doet, wat jou dichter bij Allah brengt. Aan goede daden, je bent een goed mens, je bent behulpzaam, en, 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 je, je roddelt niet, je ligt niet, je doet niemand kwaad, je doet niemand pijn. Ja, je bent geen crimineel. Want let op, want Allah verwijst naar een ieder die niet in hem gelooft, en dat zal jou verbazen als crimineel el musrimoen zij die over Allah liegen. Die termen wij in Koran. Want wat is Mujrim? En dat slaat hierbij aan. Mujrim is van Jarama. Sever, je hebt iets kapot gemaakt. Want wat heb je kapot gemaakt als je crimineel bent? Je hebt de verbinding met Allah kapot gemaakt. En dus noemt Allah jou een crimineel. Dus een ieder, in dat opzicht die niet in Allah gelooft. En dus ook niet zijn best doet om op aarde goed mens te zijn. Want die twee gaan echt samen. Die kan je niet loskoppelen. Ja? Ben je bij Allah en Mujrimun... Zo verwijst Allah naar mensen ja, die niet in hem geloven, die hem niet erkennen. De criminelen. Criminelen heeft nu een andere betekenis hier. Maar bij Allah is het iemand. In het Arabisch is het Mujrimoen, Heeft ook een betekenis. Hij die de verbinding gebroken heeft. Met Allah. Ja, dus de tegenoverstaat salah. Wat is salah? Hij die de verbinding behoudt met Allah. En die verbinding die kan je op twee manieren doen: door goed mens te zijn op aarde, zodat niemand last van je heeft. Ja, dat is salah. En daar valt alles onder. In een gaarkeuken meehelpen, in een, in een, wat is een voedselbank in... en dat maakt niet uit voor iedereen. Dat maakt niet uit. Je bent goed voor iedereen. Van atheïst tot, tot, tot. Het ja, maakt niet uit bij jou, maakt het niet uit wat iemand is. Dat is Salah. Dan heb je de andere verbinding. Want onthoud twee manieren om verbinding te maken met Allah en te behouden. En de andere verbinding is het fysiek gebed. Ja? Waarbij, en die bestaat, het fysiek gebed bestaat. Ondanks het feit dat er nieuwe age-moslims zijn die zeggen dat dat bestaat niets bestaat. Metafoor, dat is onzin. Voor een metafoor ga je je, je gezicht, je voeten, jezelf niet wassen. Dat is onzin. Je kan niet spreken van een metafoor. En voor een metafoor ga je fysieke acties doen. Dus ik heb ze gehoord. Een paar van jullie hebben me video's gestuurd. Kijk er alsjeblieft naar, want ik heb het gehoord. Het is onzin. Het loopt vast. Ik heb die video's heb ik gehoord. En ze lopen vast. En om eerlijk te zijn, aan boord. Ik ben aan boord. Het verveelt me. De achterlijkheid verveelt me. Mensen die vastlopen en omdat niet iedereen zijn Koran kent, gaan ze jullie. Om de oren slaan met termen. Met nieuwe age termen. En dus? nee, Fysiek gebed is onzin. Onzin. Fysiek gebed bestaat in de Koran. Ja? Mozes had niet zomaar zijn schoenen uitgetrokken. Wat, wat, liep Mozes op schokken? Als alle tegen Mozes zegt, trek je schoenen uit. Is dat niet fysiek? Mozes die zijn schoenen uittrekt. Of gaan we nu aan alles twijfelen? Ja? Als alle tegen ons zegt, voordat jullie gaan bidden... Was je gezicht, was je handen. Is dat niet fysiek actie? Zo ver gaat het fysieke dat Allah zegt, als er geen water is, dan wrijf je het, de viezigheid van je huid af met schone zand. En dan, en dan kom jij en dan zeg je van fysiek gebed bestaat niet. Het is allemaal spiritueel. Het zijn luie mensen. Luie mensen willen zichzelf niet wassen. Dat is het probleem. Ja? Luie mensen willen zichzelf niet wassen. En die willen al helemaal niet gaan bidden. Maar fysiek gebed bestaat. Punt. Klaar. Dat, 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 dat vind je in de Koran. Ja? Alle, zegt, er zijn mensen, hypocrieten, die bij de Kaaba gaan staan in Mekka. Dat huis waar de moslims om circuleren. Die gaan daar staan, zogenaamd, zegt alle, staan ze daar te bidden. Maar ze bidden niet vanuit hun hart. Ze bidden alleen maar zodat ze erkend worden door hun gemeenschap. Kijk hun, dit zijn ons leiders, de vromen. Je kent ze wel. Wat Jezus in de Bijbel zei over Joden... Waarom zijn jullie aan het vasten terwijl jullie stinken? Dat zegt Jezus in de Bijbel tegen de Joden. Wat zegt hij: elke keer als jullie iets doen voor God, moet de hele wereld het weten. Oh, ik ben gebroken. Oh, ik ben zo zielig. Oh, ik ben. Drama, drama. En Jezus zegt tegen de Joden: kappen met die drama. Ook al zijn jullie God aan het aanbeden, ook al zijn jullie aan het vasten, niemand moet daar last van hebben. Maar nu zijn jullie stinkboel geworden. Ze wassen zichzelf niet, ze verschonen zichzelf. Nog steeds is dit een onderdeel van het jodendom. En het is zo crazy: Op het moment dat ze dichter bij God komen, gaan ze stinken. Want ze zeggen: dat zien wij als een luxe. Dus een echt orthodox-Jood, die doet wat, wat hem geleerd wordt, die stinkt altijd. Want hij ziet reiniging van zichzelf, ziet hij als een luxe wat zijn God hem niet gunt. Terwijl alle tegen ons zegt, en tegen Mozes, voor hun. Trek je schoenen uit. Kom niet met rotzooi naar mij. Ja, ik ben niet je clubvriendje. Ik ben je God. Enfin. Dus ja, daar is een fysiek gebed. Al klap je hoog en laag. Daar is een fysiek gebed en daar is een spiritueel gebed. En voor dat spiritueel gebed hoef je niet met je hoofd tegen de grond. Dat is je goede daden. Wat maakt dat je een goed mens bent. Ja, gedenk al in je hart. En daar is wat Allah zegt en dat doe je voor mij. Het fysiek gebed. Dus daar is twee. Dus de salah, wat vertaald wordt in het Nederlands, gebed, gebed, is fout. En ik heb de vertalingen gezien. Daarom valg ik ook geen vertaling. Maar goed, ik, ik, ik heb het geluk dat ik Arabisch snap en lees. En, en, en. Maar ik snap dat het voor jullie lastig is, want ik krijg heel vaak de vraag: welk Koran in het Nederlands is het beste? Geen één. Dat is niet om, om jullie de hoop weg te nemen. Ze gebruiken allemaal dezelfde vertaalmethodiek. Niemand doet de moeite om, deze, om jullie deze nuances te geven in de vertaling. Het zijn allemaal lammen die elkaar volgen. En het zijn allemaal Arabische mensen. Daar kunnen we de Nederlanders niet voor op aankijken. Want het zijn, het zijn allemaal Arabische namen die ik zie. Het zijn allemaal lui, slui, lui, luilakken. Niemand wil deze nuances erin brengen. Weet je wat ze wel doen? Deze misleiders, weet je wat ze wel doen? Omdat ze in hadith geloven, geven ze jullie de tunnelvisie. Bijvoorbeeld: Allen zegt. Tussen de middag kom je naar huis om bij te komen. En wat zetten zij tussen haakjes om het middaggebed te verrichten? Zij liegen keihard over Allah. Allah zegt het middaguurtje, wat ze noemen, de siesta. Allah zegt het middaguurtje, kom je naar huis om je halve dag even te onderbreken. Trek je kleren uit en wees gemakkelijk in je huis. Ja? Met andere woorden, heb weinig kleding aan. Ontspan. Je hoeft je jas niet meer aan te houden. Dat soort ontspan, daar gaat het om. Ja? En wat zetten zij tussen haakjes het middaggebed? Dus deze, deze duivels, wie dit ook zijn, ze weten precies wanneer ze de extra moeite nemen in de vertaling en wanneer niet. En daar moet je eens op aankijken. Dus in dat opzicht, welke vertaling in het Nederlands is goed? Geen één. Geen helaas. Ik, ik ben ze nog niet tegengekomen. Een bewijs, bijvoorbeeld, want ik weet dat een hoop van jullie me altijd vragen: van ken je concrete voorbeelden? Want wij voeren discussies met onze families. En we lopen tegen allerlei bezwaren aan. Dus ik, ik probeer hier, als ik herhaal, neem me niet kwalijk. Maar voor deze mensen, zodat jullie meer dan genoeg hebben om mee terug te slaan. Kijk naar hoofdstuk 74, vers 26. Het, de verbinding met Allah heet Salah. Ja? Goed luisteren. Salah heet de verbinding. Niet met Allah, in het algemeen. Salah, verbinding. Itisal, je belt iemand op. Ja, want je hebt verbinding. Salah. Dus verbinding met Allah is Salah. Ja, en daartussen heb je Salah fysiek en, en sala spiritueel. Hier zien wij, Allah zegt Sa'os lihi Sakar. Ja. Hij die over mij ligt, zal ik sakar doen bereiken. Wat is sakar? Sakar is een hel. Dus Allah zegt sa'osli, die ik ga hem verbinden met hel. Met andere woorden, hij zal hel bereiken. li sila. Ja. Daar is ook de kern voor het woord salah-verbinding. En we vinden nog steeds in dit hoofdstuk 74, bijvoorbeeld vanaf vers 39, in de ashabliamin, zij die aan de rechterkant zitten van Allah, dat zijn allemaal goede mensen, maar de Bijbel zegt alleen Jezus zit aan de rechterkant van God. De Koran zegt een ieder goed mens zit aan de rechterkant van God. In Yamin zij die aan de rechterkant zitten van Allah, zij zitten in de hemel, maar ze vragen zich af, hoe zit het nou met die, met die mensen die naar hel zijn gegaan? Waarom hebben ze hel verdiend? Je moet heel wat gedaan hebben om hel te verdienen, Sakkar. Anil Mujrimin, hier, Allah zegt, de mensen in de hemel zijn aan het praten over wie de mensen in hel en hoe noemt Allah ze? En dat wordt vertaald als misdadigers of criminelen. Maar eigenlijk is de Mojlime in het Arabisch heeft een betekenis, nogmaals, hij die iets breekt, hij iets die kapot maakt. Vandaar dat criminelen in het Arabisch, ook in de wetten, worden Mojlimoen genoemd. Want ze hebben hun verbinding gebroken met de gemeenschap. Want ze geven niet meer om hun buurman. Ze breken zijn raam, ze komen naar binnen, ze bestelen zijn huis. He? Uh, uh, geen respect hè? dus ze hebben gebroken met hun gemeenschap ze hebben gebroken met hun opvoeding die boefjes die wij hier in Nederland zien glijden door het raam naar binnen glijden eruit die denken dat ze rijk worden van wat ze stelen het enige wat ze doen is nog meer hout meenemen waar ze zometeen op gaan roosteren in de hel dat is het moet gezegd worden I don't care als het hard klinkt ik ben hier niet voor nieuw-age. af en aan ja, dus dat zijn ze. Dus Allah zegt, ze vragen zich af waar de muslimien zijn. Deze mensen die gebroken hebben met Allah, met de maatschappij, met, met, met. Ja, wat, hoezo zijn jullie in hel beland? Mensenlijke Hoezo zijn jullie in Sakkar gekomen? Sakkar is een van de ergste plekken in hel. Allah zegt, niets blijft overeind in deze plek. Alles valt uit elkaar. Wij deden geen salah. Wat is dit? Zijn dit mensen die niet naar de moskee gingen? Zijn dit mensen die niet fysiek gebed hebben gedaan? Gaan we zien. Het Koran legt zichzelf uit. Wij deden de salah niet en wij hebben de armen niet geholpen. Ja? Dit is het. Dus Allah vindt het belangrijk dat je iets doet voor de maatschappij. Help mensen. Want als je mensen helpt, maak je al kans om in de hemel te komen. Want Allah geeft jou hier de voorwaarden, de conditions om de hemel te bereiken. Ja, je hoeft niet aan een kruis te eindigen. It, it, it doesn't have to come to that. Wij hebben de armen niet gegeven wat we ze hadden kunnen geven. We konden een goedmaal gaan Ja, en we gingen roddelen van hot naar her. Begon Jan te roddelen, gingen we mee roddelen. Begon die te roddelen, gingen we mee roddelen zonder te snappen waar we het over hebben. Ja? dit is het. We kunnen niet verbijouden dit is belangrijk, deze vers, hoofdstuk 74, vers 46, ja. wij verloochenen de dag des oordeel. Wij hebben nooit in de dag des oordeel geloofd. Ja? al tot wij doodgingen. En toen wisten we van, oh jee, troubles. Dus dit zijn mensen die nooit in Allah hebben geloofd. Ja? Maar Allah verwijst wel naar hun, terwijl zij over zichzelf spreken als. Wij deden de Salah niet. Wat zegt jouw jou Nederlands Koran? Zij zullen zeggen... Wij waren niet onder degenen die hun gebeden hebben verricht. Is fout. Dit is een leugen. Dit is fout. Dit gaat niet over het gebed. Dit gaat over de verbinding met Allah. De, de, tweede, de, de tweede betekenis. Dus niet het fysiek gebed, maar de ander. Dat je een goed mens bent. Allah zegt, deze mensen waren niet goed... Niet niet goed omdat ze niet gebeden hebben wat de Nederlandse vertaling zegt. Dat is een leugen. Dat, is, dat, is, dat klopt niet. Het is onzin wat de Nederlandse vertaling zegt. Want, waarom is het onzin? Een paar versen verderop, in vers 46 zeggen ze. Kan je, hoe kan je tegen iemand zeggen. Oh, wat erg. Jij bent niet naar de moskee gegaan. Terwijl deze persoon zegt. In de basis heb ik Allah verlogen. Want ik geloofde niet in Allah. En ik geloof niet in de dag des oordeel. Dus dan gaan we niet met deze persoon praten die tegen... Want deze persoon zegt, ik ben een atheïst. Hier komt het op neer. Ik ben een atheïst. Ik geloof niet in Allah en ik geloof niet in de dag des oordeels. Dan ga je toch niet tegen een atheïst zeggen... Oh, wat erg zeg, dat je niet naar de moskee bent gekomen. Hallo, hij vertelt jou dat hij atheïst is. Moet je nog met hem een discussie voeren over... Is die vijf minuten lang? Deze persoon gaat niet bidden. Want in de basis gelooft hij niet in Allah. En hij gelooft niet in de dag des oordeels. Dit zijn mensen in hel, die praten, die vertellen hoe, hoe zijn we in hel terechtgekomen. We verlogen het de dag des oordeel. Wat een onzin, allemaal verhalen, leugens, klopt niet. Er is geen God, er is geen dag des oordeel. En daardoor zijn ze niet Mossalien, dus hadden ze geen verbinding met Allah. Want je kan niet een verbinding hebben met iets wat voor jou niet bestaat. Dus hier is een Mossalien. Niet zij die bidden zoals je in de moskee bidt, met je hoofd tegen de grond, nee. Dit zijn de mosallien van de andere definitie, wat betekent dat ze geen verbinding hadden met Allah. Door goed mens te zijn, want dat is, dat is een van de verbindingen. Gewoon door, want, want dat zegt Allah hier, Wij hebben de armen niet geholpen. Maar dat is niet het gebed. Ja, als je naar de moskee gaat om te bidden, neem je niet een zak granen mee en je loopt niet vanaf hier tot daar granen te, weet ik het, broodjes, worsten, nee. Dus dit is een metafoor. Dus Allah zegt, het is belangrijk voor mij dat je een goed mens bent, dat je elkaar helpt, ja. Daardoor vergroot je de kans om de hemel te bereiken. En daarnaast aan, mij aanbidt door het fysiek gebed, ja. Maar in dit geval verwijst Allah naar verbinding met hem in de algemene zin. Het is heel belangrijk dat jullie dit snappen. Laat je niet gek maken door allerlei imaanpraatjes en moskeeën en vertalingen. Er zijn meer manieren om verbinding te hebben met Allah en meer manieren om de hemel te krijgen. Want als je 24 uur in de moskee bent, maar je helpt niemand, Allah vertelt jou in de Koran dat je fout bezig bent. Je bidt 24 uur, wat monniken doen in boeddhisme: 24 uur, maar ze doen geen moer. Sterker nog. Ze zijn een last voor de gemeenschap die daar al leidt aan honger en niks te eten heeft. Maar mensen moeten rijst koken om het naar hun te brengen. En dan staan zij met hun handen te bedelen. Want ik ben een monnik, geef mij rijst, geef mij eten. Ja? Dus zij zijn ook nog een last. Dus zij zijn monniken. Zij kunnen hun God aanbidden, 24 uur Boeddha of wie dat ook is. Maar ten koste van de burger die hun in leven moet houden. En alle zegt dat is niet islam. Jij kan niet 24 uur in de moskee en verwachten dat je op de rug van een ander dat kan doen. Jij moet en en alle moslims wij allemaal moeten en en doen en alle dienen en actief meedoen in de maatschappij. Doe je dat niet, dan zegt Allah: "Dan kom je al dichter bij de hel dan dat je denkt." Want hier dit is mensen uit de hel vertellen. Ja? We waren maar aan het roddelen. We waren bezig met onzin. We konden nog goed, maar we gingen... Wij gingen onszelf onderdeel maken van alles wat maar leeft. Wat we nu zien op YouTube. Ja? De drama's. Marokkaanse YouTube. Marokkanen weten waar ik over heb. Marokkaanse YouTube. Iedereen praat over iedereen. YouTube is nu een soort familiefeud geworden. Wie een ander wil uitschelden, wie een ander een hak wil zetten. En dan gaan de anderen erover praten. Heb je gezien wat die zei? Heb je... Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Dit is, dit is echt... Uh... Dit, dat, jij bent die persoon. Die mensen die die video's delen en daarover praten. Heb je gezien wat Fatima deed? Heb je gezien, oh, en die zei over. De, we kennen ze. Het is, mensen die Marokkaans zijn, daar is een Marokkaanse cultuur ontstaan op YouTube waar iedereen iedereen uitschuilt. Families tegen elkaar en, 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 en wat je met je man doet, in bed of niet doet. Of, alles is op YouTube. Het is verschrikkelijk. Ja? En, en mensen gaan het nemen en dan gaan andere YouTubers daaraan verdienen door daar weer commentaar op te geven. Dus. Zonde op zonde. Ja, dat is het. Kunda na chod mal ga Allah zegt: en, en je gaat naar hel als je niet een beschaafd ontwikkeld mens bent. En je roddelt en gaat maar. Wat ze in Nederland. In het Nederlands staat een mooi spreekwoord. Je waait met alle winden mee. Daar komt het op neer. Je waait met alle winden mee. Prachtig metafoor, spreekwoord voor deze vers. Wa kun na na chod iedereen. ga En Allah zegt hier: Niet mensen die je kent. Nee, een ieder. Een ieder. Die je tegenkomt. Die jou meesleept. Je laat je meeslepen. Nog één vers die dit nog eens bevestigt. Dan hou ik op. Hoofdstuk 75. Vers 31. Allah zegt: geeft ons een perfect uitleg. Koran is perfect. Ik heb geen imam nodig om mij wat uit te leggen. Moet je horen. Vers, hoofdstuk 75. Vers 31. Mensen, ook weer een toelichting op mensen die naar hel gaan. Wie zijn dat? Fela saddaka wa la salla. Ja? Fela wa la salla. Hij heeft niet in God geloofd en hij heeft niet de salla gedaan. Welk salla? Het gebed? Aanbidden van Allah? Als je niet in Allah gelooft, dan verwacht toch niemand van jou dat je hem gaat aanbidden? Dus hier is wat anders aan de hand. En wat anders aan de hand vinden wij in de vers daarop. ولكن Allah zegt: Hij heeft niet in Allah geloofd. En hij heeft de salah niet ver, verricht. Jouw Nederlands vertaling nogmaals zegt: Het gebed is onzin, is leugen. Want Allah geeft ons nu: Versus dit, Versus dat. Dat, dag, Versus uh, nacht. Waarheid, Versus leugens. Dus vers 31 is versus vers 32. En Allah zegt: فَلَصَدَّقَو. Hij heeft niet in mij geloofd. Als God. En hij heeft geen verbinding met me gezocht. Maar omdat, hij, omdat hij niet in Allah gelooft. Dus hij gaat geen verbinding zoeken met Allah. Als hij hem al niet erkent als God. Maar, zegt Allah, wat heeft hij wel gedaan? Maar hij heeft gelogen. En hoezo heeft hij gelogen? Hij zei dat er geen God bestaat. En, dat is, en Allah zegt: dat ze is een leugen. Deze persoon heeft gelogen. Want ik besta. Walekin keddeba watawalla. Maar hij heeft gelogen. Watawalla. Heeft zich weggehouden. Tawalla betekent: gaan naar achter. Het is een metafoor voor verbreek contact. Dus hier legt Allah perfect uit het verhaal dat ik hier met jullie zit te vertellen. Walekin keddeba watawalla. Is tegenover van elkaar. Dus. Sallah betekent in eerste instantie verbinding maken met Allah. Dat weten wij omdat vers 32 van 75 te tegenover zet geen verbinding met Allah. Dus voordat we het gaan hebben over hoe vaak moet ik bidden en hoe moet ik bidden, moeten we eerst snappen wat erkent Allah als aanbidden van Hem. Met andere woorden, als jij te beroerd bent om jezelf te wassen en Allah te aanbieden, ja, als dat te veel is voor jou, doe dan in ieder geval wat hij op nummer 1 heeft gezet. Wees een goed mens, wees behulpzaam, erken Allah. Ja, ook al doe je niks, erken hem, want hij zegt alleen de Koran, leidt hem moeten naar illawa en Laat het niet zo komen, laat het niet gebeuren, dat je doodgaat als ongelovig. Alles zegt, want ik vergeef alle zonden, behalve over mij liegen. Want als jij zegt tegen jezelf en tegen iedereen, er bestaat geen God, dan heb je over hem gelogen, want hij bestaat. En alles zegt, en dat pik ik niet. Dus wat je ook doet, ga in ieder geval dood terwijl je in me gelooft. Het is hetzelfde als wat we hier vinden. Ook, Ook. Ja, natuurlijk moet je hem aanbidden door fysiek gebed ook. Maar als je dat niet doet omdat je te beroerd bent, omdat je te lui bent, om, om, om. Heb dan... Zorg ervoor dan dat je een goed mens bent. Want Allah zegt, dat is hetzelfde als dat je me aanbidt met je hoofd tegen de grond. Wees een goed mens. Het helpen van iemand die niks heeft. Dat is de pinnacle van een ander helpen. Dat is de metafoor. Afen, enfin, ik laat het hierbij. Ik hoop dat het punt duidelijk is gemaakt. Ik heb het in ieder geval proberen te onderbouwen vanuit de Koran natuurlijk, zoals altijd. En alleen vanuit de Koran van verschillende kanten. Ik hoop dat al die mensen die me gevraagd hebben van, zijn wij slaven van Allah? En moeten wij Allah aanbidden? En waarom vindt Allah het nodig dat we aanbidden? Hopelijk heb je nu vragen gekregen, antwoorden gekregen. Je geeft jezelf veel te veel credit. Als je, dat is wat Joden zeggen. Weet je wat de Joden zeggen? Dat was een Joodse rabbijn, en daar ga ik echt op houden. Een Joodse rabbijn vanuit Spanje, met de moslims daar. Die heeft de Joden geleerd. Als je God wil pesten, zei hij. Ik heb zijn naam met jullie gedeeld. Ik weet het niet meer, maar ik heb zijn naam met jullie gedeeld. Maar als mensen dat willen weten, ik kan het voor je zoeken. En dan plaats ik hem onder de comments. ben zijn naam vergeten. Hij leerde de Joden. Als jullie God willen pesten. Als jullie God gefrustreerd willen krijgen. A, ah, waarom wil je God pesten en frustreren? Dat is, dat is een heel interessante vraag. Maar goed, deze Joodse rabbijn vond het interessant om met die gedachte te spelen. Hij zei, als jullie God klein willen maken en willen frustreren... dan moet je hem niet aanbidden. Want een God zonder aanbidders is geen God. Dat is het. En zij dachten dat ze dat over kunnen laten waaien naar islam... maar Allah steekt er een stok voor. Allah zegt, ik heb jullie niet nodig... Niets wat een mens doet, kan ik rijk of arm van worden. Totaal geen effect op mij wat jullie doen. Ja? Of je in mij gelooft of niet gelooft. Nothing will change who I am. Ik ben en blijf God, wil je of wil je niet. En Allah zegt: willen ze of cariehoe? Ze haten het of ze haten het niet. Ik ben jouw God, ik ben jouw maker. Naast mij is er niemand. Enfin. Dus denk, geef jezelf niet te veel credit. Uh, die God wil dat ik hem aanbied. Uh, wie denkt weer? You're a nobody. Yeah? In de basis zijn we nobodies. Gewoon vliegen die zoomen en rondvliegen. Klap en je bent dood. Ik laat het hierbij. Hopelijk heb ik een vraag gegeven over de relatie die jij als moslim hebt met God. Wij zijn niet in een relatie verwikkeld van master en his slave. Totaal niet zoals jullie nu horen vanuit de Koran. Alleen dit al. Alleen dit al. Maak dat als je wil geloven, geloof in Allah, geloof in Islam. En niet in die andere rotzooi. Want het is allemaal het is krom en scheef. Voor nu. Laat ik het hierbij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En inshallah, zodra ik weer energie heb. En, en ik voel me eraan toe. Zal ik iets gaan delen over. Uh, uh, hoe bieden wij dan en hoe vaak? Want ook dat is in de Koran. Ik heb jullie beloofd dat ik hier nog op terug zou komen. Eén ding. En dan stop ik. Het fysiek gebed als je wilt traceren... jullie die Koran-studies willen doen... en je wilt traceren... waar is het fysiek gebed... het fysiek gebed begint altijd met... akim... tref de voorbereidingen voor dit gebed. Dus omdat Allah zegt... bereid je voor voor het gebed... want als het, als het een spiritueel gebed is... hoef je niet voor te bereiden. Want Allah zegt in de Koran... je kan ook aan me denken... terwijl je ligt... Op, of ligt te liggen op je zij. Maar het fysiek gebed is... zegt Allah... daarvoor moet je sober zijn... Niet dronken, niet hallucineren, weten wat je zegt. Je moet gewassen zijn, je moet schoon zijn. Dus traceer de salah waarbij akim, akimu, akim voor staat. Al het andere is een generiek verwijzing naar verbinding met Allah. Een voorbeeld is bijvoorbeeld van het Ma'idah. Waarbij Allah zegt: Adebil Aam de Ladine komt om ila Salah. Jullie die in mij geloven, als jullie opstaan. Hier is al, daar is al fysiek, alle, alle maakt het duidelijk: daar is fysiek, je gaat bewegen, je gaat fysiek bezig zijn. komt om ila als jullie opstaan om te gaan bidden. was jullie gezichten. En jullie handen tot aan de volgende aanknooppunt: dus de polsen of de ellebogen. Enfin, dus hier moet je naar zoeken. Dit soort versen. ila akim Nog een aanvullende vers, en dan stop ik echt. Over de salah. Over dat Allah meer waarde hecht dat je een goed mens bent. En op de tweede plaats het fysiek gebed. Dus Allah vindt het belangrijk dat je compassie hebt in je hart. Dat is het, dat is, dat is misschien de beste verbinding. Heb compassie in je hart. Is dat uh, zoals een keer iemand in een kerk tegen me zei? Dat was een Irakees. Ik, ik, ik was geschokt. Ik zal het nooit snappen. Ik, in een kerk, toen ik nog mijn vrijwilligerswerk deed en uh, voorlichting gaf over islam, stond hij op. Hij zei, kan ik even de microfoon krijgen tegen wie er was? Ja. Ik heb een vraag. Ja. Hij zegt, waarom, waarom ben je islam aan het kristalliseren? Kristalliseren. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Ik snapte hem, maar ik wil het van hem horen. Want ik wilde een punt maken. Ja, je vertelt een vredig islam. Oh my god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik vertel een vredig islam. Wat voor islam heb je thuis dan? Heb je een, een mes, vleesmes? Een hak? Hak je een mes in elkaar? Wat voor islam heb je dan? Achterlijk. Wat voor islam heb je? Welke islam is er dan? Ja? Maar goed. Ik, ik weet niet wat voor islam hij was. Ik, ik weet het niet. I don't want to know. Daar komt het op neer. I don't care. I don't want to know. Mijn islam haal ik uit het Koran. Dus 106, 107 is het, hoofdstuk 107. Weer een smoking gun. Allah zegt: Hebben jullie gehoord van hem die niet in het de dag des oordeels wil geloven? Yadu hij die de weeskind pest en het leven moeilijk maakt. Ook weer hier. Als Allah praat over iemand die hij niet mag, dan is het een bruut, een pestkop. Iemand die niet goed is voor zijn medemens. Laat staan dat je iemand doodt, laat staan dat je iemands raam breekt om naar binnen te glijden. Wat we allemaal zien: die demonen zien we allemaal op camera's, op tv. Het zijn net demonen. Vaak heel lelijk, het licht is uit hun gezicht. Ja? Glij door het raam, glij naar buiten. Blij dat je niet gepakt bent. Neem hout mee waar je op kan roosteren in de hel. Meer, meer heb je niet gestolen. alle zegt: Hebben jullie hem, van hem gehoord die niet in des oordeel gelooft? hij die het leven moeilijk maakt van een weeskind. Weeskind staat in dit geval voor iemand die niemand heeft op aarde. En dan kom jij nog om zijn leven extra zuur te maken. He? Met andere woorden, je hebt geen compassie in je hart voor je medemens. Verderlijk, ja? hij die het hij pest een weeskind. Want, nogmaals, iemand is al gebroken in het leven en dan ga jij me nog breken. Nog, nog ver, een trap na. Wa ja? laya chodda alat amin miskeen. En hij vecht niet zodat een arm eten krijgt. Dus hij vindt het prima dat zijn arm medemens met honger naar bed gaat, met honger opstaat, doodgaat van de honger. En, en dit is het. Dus als Allah praat over wie heeft geen verbinding met mij, dan heeft hij het over compassie. Heb je compassie in je hart voor je medemens? Of ben jij zo'n koude satan die alleen maar leeft voor zichzelf? Als moslim mag je niet leven voor jezelf. Je moet altijd kijken om je heen. Wat kan ik nog doen? Wie kan ik nog helpen? Dat is de beste verbinding die je kan hebben met Allah. En dat is een gebed, zegt Allah. Dat is een salah, een verbinding. Even, nu stop ik echt. Als het nu niet duidelijk is, stel me geen vragen, jongens. Ga je Koran lezen, alsjeblieft. Want dat frustreert mij alleen maar. Ja? Mijn keel gescheurd eruit. Ja? Als het niet duidelijk is, ga alsjeblieft Koran lezen. En kijk of je daaruit komt. Want meer dan dit kan ik nog niet geven. Ik, ik ben laag. Mijn keel is helemaal gescheurd. Als jullie dit niet snappen, weet, heb ik geen manier om het anders te zeggen. Ja? Het is niet lullig bedoeld. Letterlijk heb ik geen manier om het anders te zeggen. Dit is mijn uitleg. Nou, ik heb vertrouwen in jullie en ik weet dat jullie dit gaan snappen. Voor nu, salam aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.